Welkom op het podcastkanaal van Vechel Fantasy. Mijn naam is Rick Vechel en ik ben onder andere Dungeon Master en schrijver van allerlei tofs rondom Dungeons & Dragons 5th Edition en natuurlijk mijn eigen avonturen handboek. Op dit kanaal vind je onder andere The Wonders, een wekelijkse Nederlandstalige D&D livestream en programma's zoals D&D Dialoog en D&D Dutch, waarbij ik in het Nederlands dieper duik in de wereld van Dungeons & Dragons. Voor meer informatie bezoek www.vechelfantasy.com, maar voor nu vooral veel luisterplezier. Hallo allemaal. Oh, ik dacht dat ik het zei. Ja, nee, dat Kevin zei dat. En ging me dat geluid even weg en ik dacht, even een opnieuw selecteren en toen deed hij het weer. Hey. Maar het beeld, we hebben geluid, dus dat was allemaal super mooi. Welkom terug bij de Wanderveer, het is wel dinsdag. Ik zie een paar mensen in de chat zitten, dus dat is super fijn. Hallo beste mensjes. Hallo. Nou, als ik dan even zie, de komt paar minuten, dan moet ik nog 10 keer terugkijken. Just to be safe. Dankjewel voor mijn chocolade ijsje. Graag gedaan, joh. Ik wil jullie ook bedanken met mijn laters. En lekker ijsje gaat. Dus ik zom een beetje vieren, ondanks de buitjes. Een ijsje. Ja, zeg ik. Vandaag met de Wanders. We hebben vandaag geen Jesse. En dit is de laatste keer voor we naar onze zomerprogrammering gaan, zo gezegd. Maar als het goed is, hebben een aantal mensen nu een mailtje gehad. En hebben de Wanders een app. Berichtje gehad met de link voor de inschrijving voor de hele dataprik en al andere shit. Oh. Daar zit een Google Form bij, waarbij onder andere aan welke klas je top vindt, hoeveel ervaring je D&D hebt, en ik ga daar groepjes uitmaken en dan met de dataprik kijken om daar een andere mix van te maken. Nice. Ik heb nul experience. Ik heb nul e-mails. De Wanders hebben een appje, ja. Maar de mensen hebben gezegd, hey, lijkt me tof, hebben een mailtje nu gekregen. Oh, ik zie het. Je had een pas. Of dat ik echt klaar heb om. Klaar had om na het eten bleef ik de link amper klaar. Dus dat is echt. Nou, zou jullie even inbrengen? Ik ga verder met de aankondigingen. Ook natuurlijk of er geen mensen in de chat gaan roepen. Oh nee, ik heb niks gekregen. Nou, als je niks hebt gekregen, maakt dat niet uit. Dan stuur je een berichtje. En dan krijg je hem alsnog. Super makkelijk. Weet je, hou op. Weet je, doe dat. Het is vooral dat ik wil kijken door mensen hoe kan beleven zullen, kan even een beetje op elkaar zitten voor het gemak. Ik kom met die jonkies. Nou goed, dat dus. De ceiling komt eraan, dus we kunnen zo'n programmering gaan doen. In principe de komende 3 weken heb ik een heleboel tijdslots in een dataplekken geflikkerd. Maar het kan ook zitten bijvoorbeeld een keer Call of Cthulhu gaan doen. Of überhaupt een horror one-shot. Of een keer een sci-fi om deze keer te weten dat de één keer die Jedi heeft gespeeld, die dan het gezicht niet meer heb. Of dat u ooit een keer een kaartje krijgt met Fishing Proficiency, dat is ook niet meer hoor. Oké, maar waarom gezegd? Ik heb het al goedgekeurd. Die Jedi Knight? Jazeker. Ja, en nu 1 keer dat je al maanden over bezig bent. Ja, maar je hebt hem goedgekeurd. Ik kan hem nu inzetten alleen ik wil, want je hebt hem goedgekeurd. Nee hoor. Ja. Als hij hier komt, dan gaat hij ook heel snel dood. Hallo, mijn naam is Blaa! Ja. En dan ga ik niet aardig tijdens de vorige keer... De aanvaarkoeien, die kun je aanvallen, die komt toch steeds terug. Sorry. De vorige keer ben ik aardig geweest om niet Kira af te moorden in een single blow. Die next one heb ik helemaal weggemoffeld en dat heb ik gewoon zo gehouden. Wanneer? Toen je die gouden giant aanviel. Gouden giants. Ja. Vorige week? Die, ja. Oh, dat was achter de computer. Ik heb mijn Ja, toen de vader koekje aanviel. Oh! Eigen maar toen heb je die weggemoffeld? Omdat Kira anders helemaal kapot was in één klap. Oh. Echt een heftig dood. Wat een lul is die man ook. Yep. Of degene die wat denkt, ik ga een staatshoofd aanvallen. Ja. Nou goed. Ook bij de one-shots, jullie kunnen allemaal dood. Weet dat. Klopt, allemaal bestaat niet, ook niet in de one-shot. Nou, eens even kijken voor de kijkers uit de omgeving Doesburg trouwens. Vrijdag moet ik naar het 0313 jongerencentrum. Middag heel veel kids. Avond heel veel tieners. En ik begrijp niet hoe we over de 20 aanmeldingen hebben, dus ik krijg een super drukke dag. Maar als je een kennis maakt met D&D, nou, op het jongerencentrum, goed doen. Kom naar Doesburg. Ja, en zaterdag... gaat er een team van Vechfans gaat naar weer toe voor een D&D kinder demo middag. En Dave en ik gaan samen met Pummerend. Nou, Dave ben ik ook weer aan de slag. Misschien moet je weten, ook Pummerend hebben ze al gezegd, we willen daar vaker met de Adventure Clubs mee gaan doen. En eerlijk gezegd, het is financieel niet te doen als ik er elke week naartoe moet rijden. Dus als er mensen zeggen, hey, ik zou het spelleiderschap op willen pakken in Pummerend. Mail, stuur een berichtje, let's go. Krijg me betaald, superleuk. En dus even kijken. Ja, echt dat nu wat we vandaag gaan doen. Vandaag gaan we niet verder met de Wanders. Nee, vandaag gaan we een Blast from the Past. Dat was echt dat we tot één of meerdere karakters nog
origineel zijn. En tot het meeste stukje duik je terug in de tijd, naar een andere tijd, andere plek. Toen het eventueel al beter was, of juist helemaal niet. Wij gaan nu heel ver terug in de tijd. En er is maar één iemand hier die zijn kracht heeft mogen houden. En dat is Miss Hunter. Oh. Wie is verbaasd? Ik. Ik heb je allemaal individueel berichtjes gezien, dus niet iedereen wist wie wat nou. Er was eigenlijk dat Jesse misschien nog meedeed. Wie weet was gewoon een slijppersonage aangesloten. You never know. Met Jesse weet ik het sowieso niet eigenlijk, dus dat is altijd wel de vraag. Dus ja, normaal zou ik zeggen, ja Dave komt nog een recap, maar eigenlijk is het ook nodig vandaag. Nou. Ons was een hobbit. Oh. Nou, nee. Wie speelt een Hoffman? Oké. Okay. Yeah. Oh, een vraag. Ik moet even het slachtoffer weten van jullie karakters. Oh man. Man. Dat wist ik, maar wie heeft zo'n hij in de beschrijving? Ik ben ook een man. Of ja, jongen. Ik weet niet zeker. Kira, speel je mij een vrouwtje vandaag? Nou, als alleen maar jongens spelen, dan word ik wel een vrouwtje. Oké. Okay. Ik dacht dat jullie allemaal vrouwen zijn. Ik speel elke woensdag in een campaign als vrouw. Ik speel elke dinsdag als vrouw. Ja. Ik had het maar in een vegan. Ja, in de vegan. Ja. Ja. Nee, ik bedoel de endgame. Ah, David Lien. Ah, nee, dat kan niet. David Lien is van klein. Ja. Davina. Nou, goed, weet je, het feit dat we ons namen kunnen verzinnen, is niks nieuws. En ook hier gaat het enorm snel. Hij loopt het anders, maar hij gaat uit. Dat vind ik nog niet wel. Nou, wie een barter maakt voor one shot? Nou, ja. Iets met een Drew with Water spells, die zit helemaal prima. Ja. Goed. Wij gaan dus nu heel wat terugsteden. Alleen kan plek niet zo heel erg ver. Ondanks protesten is Mithanta erop uitgegaan. Er is ook altijd profetie waar die met enkele helden een kwaad tegemoet moet treden met een of ander vlammend duivels oog. Voor de oplettende kijker, wellicht een herkenbaar thema. Yes. En voor de anders hopelijk ook. En anders, Ik heb de recap voor nodig. Shit. Ik heb geen notitieboekje bij me. De CD Court heeft een zoektocht opgezet om die helden te vinden uit zijn profetie. Uit dat gebazel, zal ik maar zeggen, waar een profetie meestal bestaat. Is Mithanda was vooruit te gaan en zo de rest aansluiten. Mithanda. Ja. Weet je hoe die provisie ging? Mag ik nog een beetje recap doen? Ik weet het niet in mijn hoofd. Ik heb het mij ook niet beschreven. Alleen maar dat ik een help moest hebben om het kwaad te verslaan. Wat? Ja, de profetie waar aan een oud paard terugkeerde. En waar een aantal helden tegas over moesten geven. Of we nou de helden zijn wat jullie de vorige keer in die shrine tegen zijn gekomen. Of dat je dacht onder andere een personage zoals Flippy. Of misschien een paar andere waar de wandels zich uiteindelijk voor geleend hebben. Maar profetieën kunnen vaker in een tijd voorkomen. En ook hier had je van waarschijnlijk is dat het en ik moet deze helden hebben. En momenteel zit je in een kampement. Ergens in Thee. Maar wel heel wat jaartjes terug. Of in de nieuwe Wikipedia van Verundo pakt, heb je niks aan. Er zijn nu een aantal uitverkorenen bij jullie in deze zaal. We zitten echt in een grote, zo'n leger, zo'n grote leger, dat zou ik zeggen. Zo'n bijna zo'n hangar qua grootte, zo'n één grote gemeenschapshuisding. Waar inderdaad een heel veel strijdmachten te vinden zijn. Heel veel dwergen, heel veel halflings. Enkele noem, of dus een dikke halfling, één van de twee. Ook zijn daar een paar van die alken die ook de vorige keer zijn tegengekomen in de Feywild. Want er zijn redelijk wat Feypowers zijn hier aanwezig. Ook satyr en alking zijn ook aanwezig niet zo vreselijk veel. En een van die alken die gaat in Mithanda toe en zegt: laten we kennis maken met de drie uitverkoren die we voor u gevonden hebben. We beginnen met de volgende. En Mithanda kreeg een briefje doorgespit. En dan mag je die lekker op zijn Dave's toch een beetje gaan aan Dick en Riek hebben. En ik moet me zo doen en zo uitrollen. Dus dat doe ik, daar gaan we. Opa Dave. Ja, niet lachen. Als we het feestje laten weten. Ik ben een member op de.
Ja, ik krijg nu op. Even een Atomburner af. Ja. Look at him. Achter, dames en heren, welkom bij deze bijeenkomst. Voor u staat een van de uitverkoren wat een ware held is. Een dorp onder een berg wordt overspoeld door water. Door een zware regenval kan het water snel hard en in niet te onderschatte kracht. In de wetenschap dat er in veilige plekken zijn verschuilen, was het tijd voor actie. Met geen seconde twijfel trotseerde deze uitverkorene het water. Met pijn en moeite zwom en klom deze uitverkorene het verdronken dorpje in. Ondanks de continu staat van uitputting bracht deze uitverkorene de bewoners één voor één stuk voor stuk naar het droge. Het heeft een volle dag en een volle nacht geduurd. Nu zo ligt naar het één rijk voor die hand opsticht, wellicht. Ja. Van, dan ben ik misschien. Ja, hi. Hallo! Goedemiddag. Hoi. Hey. Dat was even als Miranda en de ander was. Oh, klopt. En dit is Miranda. Hoi. Hey. Wat is je naam? Mijn naam is Meinaert. Meinaert. Oké. Mijn korte ei. Kun je dat even spellen? Hier de langbol. Meinaert. Oké. Leuk je te ontmoeten, Meinaert. Thanks, gelijks. Wat doe jij zoal? Oh shit, dat heb ik niet over nagedacht. Ik goed, mijn naam is een gnome vrouw met hele korte donkere haren en een staart achter haar nek. Ja, zo hoog dus, als aangezien ze een gnome is. 9 centimeter, maar echt zo. Zo hoog. En ze draagt een rugzak met allemaal touwen eromheen gebonden. Het is heel duidelijk dat ze bergbeklimmer is, stevige schoenen. Bergklimmer. Ja. Ja, zie je dat wel. Ja. Mijn had een paar dagen geleden wel echt moeten douchen, maar okay. Niet belangrijk. Ja, nou, een lege tent naar voorbereiding is die geur een beetje algemeen. Dus mijn had het goed. Oké. Okay. Mensen kunnen aanlaten is prima. Anders? En wat is jouw specialiteit dan, mijn had? Bergen beklimmen. Oké. Okay. Wel nooit. Nee. Oké, okay. Waarom heb je dan een liefde voor water? Dat heb ik niet. Waarom sprong je in het water om een heel dorp te redden? Omdat ze allemaal zouden verdrinken. Oké. Okay. Verpak, maar leuk. Ja? Had jij niet hetzelfde gedaan dan? Nee. Oh. Ah, mensen, ik wist komt zo'n oude kind en ik laat hem naar de volgende gaan. Goed idee. En dan komt er een nieuw aan een Pac-Man rolletje. Oké, okay, ander accentje. Je had net echt de Nederlandse Gandalf, toch? Ja, dat kan. Goed gezien. Kijk in je bal, jongen. Ik ben hem al kwijt. Ik weet niet hoe ik het doe. Een van de uitverkorenen is een tuinier. Bekend omdat hij ooit een vriend heeft geholpen bij de grootste taak die hij ooit had kunnen bedenken. De vernietiging van een slecht voorwerp die hij zelf niet kon dragen. Met 1800 mijl in 185 dagen heeft hij zijn vriend ondersteund. Soms zelfs fysiek. Een ware vriend en een vertrouweling. Oh, damn it. Schijnbaar
Ook een uitstekende kok. Maar je moet er van houden. Nou, ik tussen de mensen wil je eens rinkelen. Kom liggen. Ja, meneer. Ja. Ik val ook een beetje van. Ja, geef me weer. Goeiedag. Hoi. Hallo. Hoi. Hey. 1800 mijl. Ja. Jezus man. Gewoon gelopen. Ja, teruggevlogen wel. Teruggevlogen. Met vliegtuig. Wat? Hoe ben je teruggevlogen? Met een arend. Een arend? Ja. Wow. Ik heb een arend. Wat cool. Heel tof. Wat is er allemaal in die 100 mijl? Misschien zijn we wel eens een keer elkaar tegengekomen ofzo. Ah ja, ja. Nee, dat zou eens kunnen. Ik kom er niet zo bekend voor, maar ja. Ik ken zoveel mensen en het is allemaal moeilijk om die naam te pakken. Ja. En wat heb je gedaan bij dat voor? Wat was dat voor eigenlijk? Ja, je kunt het allemaal teruglezen. Ik geef het ISBN-nummer, geef je wel. Is goed. Ik zal het in de chat zetten voor het mensen die nog steeds twijfel over overgaan. Wat kook je zo? Nee. Ja, voornamelijk. Het ligt er een beetje aan. Vis. Ja. Vlees. Ja. Aardappels. Ja. Oh, hoe maak je die aardappels dan? Ja, gestampt, gemixt, gekookt, gebakken. Ja. Ja, toch, en die vis en zo. Want ik ben zelf een fan van rauwe vis. Een sushi en zo. Rauw? Ja. Rauw, man. Maak toch geen vis rauw? Dat ga je toch niet eten? Ik ga jou eens een gerecht maken, daar ga je heerlijk van eten. Oké, ja. Is goed. Twee keer per dag toch? Ontbijt. En dan komen we bij lunch? Of hoe zit dat? Wat voor... Ja, dat komt wel goed. Okay. Dat is eten genoeg. Oké, maar wat is bij jou de verdeling van de maaltijden over de dag? Uitgesmeerd. Ja, maar we beginnen met natuurlijk bij ontbijt. Ja, ik heb gewoon altijd eten. Oké. Ja. Oké. Brood, heb je dat ook toevallig? Ja. Ja, echt? Ja. Kun je dan niet zoveel van eten? Niet? Nee, zo. Dan zit je meteen vol. Jij? Ja. Ah, dat ken ik. En toen heb ik twee stukken op. Ja. Ja, ik wist niet dat het speciaal brood was. Maar mijn vriend had er toen vier op. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ja, cool. Heb jij nog vragen toevallig? Wat is je naam eigenlijk trouwens? Ja, kom maar. Mijn naam is Gam Guides Wamsie. Maar je mag me altijd Gam noemen. Gam, oké. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Ja, leuk. Gam. Met een anime gaan, hè? Kevin? Ja. Hoe is een D4? Oh, ik haat je. Een 3. Psychic damage voor skills. Op mij persoonlijk. Ja. No. Oh, ja, sorry, dat lag me zo pijnlijk uit de teun. Ik dacht, ja, dat is gewoon best makkelijk voor je hoede. Dat is ook echt. Gamwise. Gam guys. Gam guys fancy. Ja, logische naam. Ja. Ik dacht of Gordon Ramsay, maar ik dacht Gam guys fancy. Ja, dat snap ik ook. Dat is zoveel go-go-out inderdaad, ja. Oh. Neem aan dat ik een halfling hierboven heb staan. Oh, Goliath. Nee, halfling. Ja, maar iets dikker. Ja. Ook net iets groter. Ja. Maar ja, wat je ook opvalt is de meeste halflings hier die hier allemaal rondlopen zijn heel snel en heel zwichtig. Mm-hmm. Deze kan je even gewoon zijn vallen. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. En wat is je preferable weapon? Nou ja, als eerste natuurlijk gewoon een kortzwaard. Ja. En een steen. Een steen? Ja. Oké. Okay. Niet andere huis, tuin en keukenmiddelen die je kunt gebruiken of gebruikt als wapen? Nee? Ja. Soms een palm. Ja. Mag het uitkomen, maar... Oké. Okay. Als je niks anders hebt natuurlijk. Nee. Ja. Oké. Okay. Nou, leuk dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Yeah. Ja, leuk. Ik heb er zin in. Nu met jou. Mijn naam is een beetje... Wat? Nee, maar jij. Zeg je het wel, iedereen aan het kijken is naar de nieuwe uitverkorene? Ja, die ene, ja. Oké, dat is nu voorbij schijnbaar. Oké, stop naar voren toe. En nummertje 3. Die ISBN staat trouwens in de chat. Ondanks in. Wow. Like David Attenborough. Nee, doe een supermarkt verder. Nee, hij moet ik zal het net doen. Zelf persoon die het briefje opleest. Nee, het is van die van zo'n nee, plan. Nee, ik heb precies hetzelfde gezegd. Nee, ik heb niet twee keer precies hetzelfde gezegd gedaan. Sorry. Waarom? Nee, ik dacht het wel. Nee, je bent niet opgezet of zo. Nee, ik ben er niet.
Een van de uitverkorenen staat bekend als de beste in zijn functie. In de verschillende jachtpartijen is er slechts een enkele die keer op keer de grootste buit weet binnen te halen. Eén die telkens de grootste tand of nagel als trofee meer naar huis mag nemen. Ja, dat ben ik! Ik ben nog niet klaar, sorry hoor. Eén die de andere jagers telkens slim af blijkt te zijn. Of te sluw, of te bruut. Desalniettemin heb ik een gaatje en jij zin. Deze uitverkorene bol deed aan je beeld. Dat stond er niet, ga wel. En dan komt het mooiste. Je ziet een jongen van ongeveer 1,40 meter, ongeveer 10 jaar. Waar je dat net tegen zegt. Zwart haar. Nice. Blauwe leren jekje aan. En er zit een rat op zijn schouder. Ja! Dat ben ik! Kom naar voren, kom naar voren. Staat op. Een vruchtstokken. Hallo. Alsnog groter dan andere uitverkorenen. Hoi. Zo, jij bent nog jong. Nou, ik heb al de hele wereld overgereisd. Echt? Hoe oud ben je? 10. Wow, 10? Oh, dat is wel een stoere leeftijd, zeg. Dank je. Zo, en wat doe je dan allemaal als je de wereld rondreist? Ik reis en ik strijd tegen anderen vechten. En als ik win, dan krijg ik een trofee. Wow. Wil je ze zien? Nou, ik heb er al 8 verzameld. Hier zijn ze allemaal. Wow. Een hak. 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 Hoi hak. Hak Thames. En het is bijna zien te kennen. Houd ook voeten over dadelijk. Ik hoop voor de kop heel goed. Oh mijn god. Ik dood die gaatjes allemaal zo erg. Yes. Ik ben er nu in game op. Ja, ik heb een rode pad op. Ja, oké, okay, nice. Okay. Ik ben Hak Thames en dit is Uchakip. Mijn rat. Ja, ik mocht Kangirl niet meenemen, die staat buiten. Maar die zul je dadelijk wel zien. Kangirl. Kangirl? Kangirl. Wie is Kangirl? Dat is een van mijn andere beestjes. Ah, oké. Okay. Die zie je dadelijk wel. Kunnen we gaan? Hoeveel beestjes heb je? 2, maar ik kan er nog meerdere laten komen. Wat in dit wow. Red Rocket. 2. Nou, het is met een pijn te bij Charlie, maar toch is nog. Maar hoeveel heb je dan in totaal als je er meer kunt laten komen? Ik heb maximaal 4. Maar sommige zijn maar tijdelijk, die gaan ook weer weg. Oh. Oh, oké. Okay. Dat is nog een project. Oké, okay, en wat wil je dan bereiken? Want je bent ook, wat wil je bereiken? Ik wil nog meer dieren. Ja? Ik wil zeg maar beestmeester worden. Oh, en hoe word je dat dan? Ja, nog meer andere beestmeesters in wording verslaan met mijn Uchakip of met Kangirl. Ik sta in de Kangirl. Ja, ik ook. Nee, het is Ken. Kangirl. Ja. Ik zie hem niet hoor. Kangirl. Ja, we komen er eigenlijk al achter. Uchakip is redelijk vanzelfsprekend. Ja, dat is... Uchakip zie je ook. Ken ja, uitraad. Welke kleur heeft Uchakip? Uchakip is een bruine rat, maar hele rode wangetjes. Ah, oh, wat een schatje. Mag ik hem aanraken? Nee, dat vindt hij niet zo leuk. Kan ja. Bijten. Oké. Okay. Oh, bent misschien wel. Als we even samen reizen of zo. Oh, ja. Wie weet. Ah, Uchakip even. Wie weet. Ja, leuk. Leuk. Kunnen we gaan? Ik was als laatste aan de beurt, maar ik zat te popen om te gaan. Weet je, kunnen we gaan, meester? Meester, gaan, meester. De ultimate deel is naar boven toe. Nee. Mag je een insight check voor me? Insight check. 15. 20. Ondanks het gezicht van een uil, zie je sterke twijfel over jouw visioen en je provisie. Oké, zijn dit alle helden? Dit zijn 3 uitverkorenen die wat hier omschreven.
Zegt hij met een dichte buiging, wint zijn plek een beetje af. Heb ik die omschreven? Ja. Echt? Tijd voor woorden. Echt? Heb ik dat gezegd? Ja, heer van het vuur. Heb ik gezegd, geef mij een 10 jaar jongetje. Een jonge jager gesterkt met zijn trofeeën en met de kracht van dieren, ja. Ik reis wel al 20 jaar. Maar je bent pas 10. Reizen maakt jong. Ik zat er helemaal niks van. Hoe kun je nou 20 jaar reizen, maar nog 10 jaar zijn? Doe het gewoon. Ik ben nooit veranderd. Wat? Ik heb nog steeds dezelfde rugzak bij me, dezelfde onderbroek. Ben je dan niet gewoon 30 eigenlijk? Nee, ik voel me niet zo. Ik ben nog maar klein. Ja, maar... Oh, sorry. Niet lullig bedoeld. Lullig? Wat is dat lullig? Niet vervelend bedoeld. Oh. Als je altijd nog ijs bent, dan is je moeder natuurlijk nou, niet altijd. Nou, ik ben benieuwd. En anders... Heb ik een visibility? Bye! Op dit moment hebben jullie in principe nog een tijdje om elkaar te leren kennen, want jullie zijn aan het wachten tot het misgaat eigenlijk. Jullie zijn momenteel in een veld met wat hoog gras, wat zeker weten onzakkoord. Echt denk, jas. En het lijkt me heel rustig, maar er zou hier wat gaande moeten zijn als jullie vertelt. Maar op dit moment is vooral... Jullie moeten bij Mithranthal blijven. En jullie zijn in principe zijn beschermers, maar ook zijn beschermelingen. Oké, okay, zodra we staan te wachten, zet ik mijn tas neer. Spullen leuk wat. Zeg, maak je ook gekookte bieten? Nee, maar daar heb ik niet de goede kruiden voor vandaag bij me. Dit is ook lekker. Oké, maken, ja. Het is niet zijn Pokémon, hè? Wat je dat zeggen? Wie laat jij komen? Wat ga ik ook weer, Jim? Aalval. Ja. Hij is een smasher. Ja. Lekker man. Nu al zin in. Ja. Nu al zin in. Klinkt goed. Ik deed alles. Moet je een vuurtje hebben? Je ziet gewoon altijd aanstaan. Gewoon zo. Oh. Heel snel. Oké. Okay. Nou. Nee, we gaan even rusten. Terwijl iedereen het een beetje het groezemenschalen rond, maar ze pakken zich weer samen. En geven ze jullie samen in het midden rondom een opvallend groot vuur met heel veel roze randen. Ik heb mijn fluit erbij. Een mooie gele fluit met een bal eronder aan. Ik fluit zo. Oh, wat een mooi deuntje. Dank je. Het enige... zelf verzonnen. Ja. Oh. Het enige waarvan ik kan. Oh. Het enige, geen ander geluid komt uit het ding. Oh. Oh je... Sexboom. Oh, nee. Lijkt wel een beetje op eigenlijk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, motherfucker. Oh my god, mijn volgende kaart is van Jack Black. We zijn live met Jack Black voor echt die niet speelt trouwens. Oh my god, echt. Oh ja, klopt ja. Dat is chaotisch. Goed. Of je is niet, zei je voor, hij blijft een karakter. Ja, maar ik neem aan als karakter. Mr. Schneebly. Mm. Hoe lang hebben we nog? Want afhankelijk daarvan krijgen jullie wat eten. Half uurtje. Moet dat lukken? Je zijn gewacht tot de oorlog vervolgens gaat, dat we kennis iets zien. Ja, okay. Half uurtje. Dus ik al de spullen die met stuw hebben te maken, doe ik terug. Ik pak gewoon een vis. Ik hoor het van. Je doet al. Sorry. Nee! Wat moet je nou? Hij was al dood. Hij was al dood. Oké. Okay. Mag ik een klein stukje voor Uchakep en voor Kangirl? Wie is het Kangirl eigenlijk? Die is buiten, die mocht niet naar binnen, was de koord. Oh, we zijn buiten, in het gasveld. Ja. Ben je buiten? Nee, we zijn in die tuin die je gedaan. Oh, ja. Kangirl is buiten. Oh, oké. Okay. We zijn gewoon nog in de eigen weglopen. Ja, misschien had ik een stukje over, heb ik... maak nog wel iets. Oké, nog een vest. Ah, Kangirl had wel van vis. Geen idee. Mijn had is... Kom op, jongen. Ja, hij maakt pitons aan het... Ja, die klimdingen, klimhaken. Pythons, die klimijzers. Ah, de polijsten. Oké, okay. Oh ja, die... Heel avontuurlijk, ja. Even heeft ze.
splijster pythons. Heb je die nodig om te klimmen? Ik niet. Ik ook niet, ik klim altijd. Om een of andere reden altijd gewoon letterlijk recht de muur op en dat gaat altijd goed. Wow, wat, hè? Zonder bescherming. Ik kan best wel goed klimmen. Wow, echt? Ja. Kun je niet klimmen? Nee. Vlieg altijd gewoon. Maar dat kan ik dus weer niet. Zolang. Ik ken wel mensen die heel vaak vliegen. Dan krijg je altijd zo'n sterretje op het. Die kunnen dat wel. Ik vraag hem of ze dat met leren. Die achtervolgen me altijd. Oh, hè? Echt? Ja, super irritant. Oh. Ja, dat is heel apart. Maar ja, kijk ze om zich onderheen. Het is eigenlijk een beetje gek, hè? Dat gewoon een stel volwassenen en een kat gewoon een 10-jarige achtervolgen. Een kat? Op een gegeven moment. Daar hebben ze een kat. Oh. Kijk, zeg. Oh. Ja, rode. Wat is daarmee? Ben je een elf? Ja. Geen zonder maar twee. Hij blijft gewoon zitten. Toen nog. Heb je nog een elf gezien? Hoe ging op je reis van 1800 mijl? Dat was lang geleden. Ah. Niet de afgelopen jaar. Ah. Hoe lang was die reis? Dat was al lang denk ik. 180 dagen. Ja, maar dat was heen zeker. Ja, terug ging snel. Ja. Ja, precies. Ah, nou ja. Ben je al eens in Della Reef geweest? Della Reef? Wat? Della Reef. Della Reef. Ja. Kom we vaak bekend voor. Rondel. Ja, ja, kom we vaak bekend voor. Ja. Okay. Dat is zo in die bergen toch? Met ja. Waterval. Ja, Alpen zijn echt, vind ik zo tof. Ja, fijn om te horen. Ik vind, Kun je iets over doen? Nou, moet je het wel doen. Oké. Kun je een liedje voor ons zingen? Gewoon een liedje voor ons zingen? In het Elvis, ja. Yes. Wacht. Melon. Ja, ik weet er eentje. Wacht. Ik heb oprecht een keer een koorstuk gedaan. En dat kwam uit Lord of the Rings film 1. Door op het einde dat stuk. En ik ben een denker of ik dat nog kan herinneren. History check. Je mag ook gewoon zeggen, ik doe het. Ik zing hem. Ja, maar nou wil ik het ook graag doen. Waarvoor? Ja. Naar de pauze. Voor die end. We zeggen gewoon dat je ons dat hebt aangeleerd op de wandel. Ja, ik weet het echt niet meer. Jammer. Okay. Als dat het midden valt, komt die moe. Ja. Ik ga heel gelukkig door met koken en blijf je erin. Dus als eten, er is wat drinken. Gimmert wordt waarschijnlijk ook even buiten gekeken, ook bij het voeren, naar de mysterieuze Kangirl. Hoe ziet Kangirl eruit? Kangirl is ongeveer net zo groot als ik. Half wit, half rood. Het is een giant crab. Oh, die. Nee, niemand. Oh, ja, nee, maar... Ik heb hem nog niet. Ja, ik heb hem wel. Ik heb hem opzoeken. 99. Ja, ik denk dat ik automatisch weet wie het is, maar ik snap Kangirl dan niet. Ja, ik snap de naam niet. Ja. Zelfs Oetje Kip. Oh, je bent gewoon volledig verkeerd aan het spellen. Daarom is het niet. Kangirl. En ik ben ook heel slecht in zo'n dingen. Oh, zo verkeerd. Ah, zo verkeerd. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Kijk, nu is je, nu is zo moment denken we, waar is Jessie? Ja. Ja. Ja, oei. Het is meer cookie. Kijk, maar omdat we geen magic mochten, kon ik mijn fandom niet rappen. Nu zitten die twee hun fandoms te rappen. Het is wel meer wat ik rap. Mijn dag. Ja, dus. Het is wel een enorme krabben. Ik heb Kangirl ooit vriend. Dat we die overlegden, die twee hadden gewoon. Tijdens mijn reis. Ja, nee, dat snap ik. En ja. Kangirl vond mij leuk en is bij me gebleven. Toch, Kangirl? En ik... Hij is een beetje op als een van die grote vijf pincers, zo. Dus ja, hij werkt ook voor mij. Wil weten. Kijk naar zo'n pannetje. Maak jij ook grap zo? Kijk zo naar die. Nee. Als je dat probeert, dan kom jij in een van Kangirl's pincers te zitten. Ga je niet leuk vinden, denk ik. Ja, maar ga je nou, ben je echt doodgaan van die beestjes?
van jou? Echt, echt vermoord. Die krab is net zo groot als jij. Ja, maar kun je dan wel doodgaan? Ik heb al veel beestjes in mijn leven gezien, maar... Jij misschien niet, maar... Kangaroo is meerdere keren al... toch iemand flink te grazen genoeg. Ja, maar echt doodgemaakt of gewoon uitgeschakeld? Uitgeschakeld? Uitgeschakeld. Ja, dus... niemand. Oké, okay, nou, dan kun je hem gewoon proberen te koken. Kangaroo? Nee. Niet Kangaroo. Nee, eten is klaar. Het is eigenlijk koken is klaar. Ja, precies. Ja, maar mij had ook nog een vraag over juist. Oh ja, maar dat moment is lang voorbij, hoor. Of je op een recept hebt van krabbensoep. ja. Ik was gewoon precies dezelfde krabbens die jij maakte over de krab. Ja, maar ik heb wel een recept. Interessant. Ik heb ook recepten waar je gelukkig van wilt proberen. Proef mijn eten, proef, dat is super. Ik neem een bordje later. Wat is dit toch? Mag ik nog meer? Eet je duidelijk allebei wel anders? Ja. Nu maar maken. Ik hoop dat jullie weten wat het plan is. Nee. Oké. Okay. Jullie weten wat het probleem is. Jullie weten wat er gaat gebeuren. Ik ben hier om te koken. Beesten zoeken. En tenieren. Beestmeester. Er komt een grote oog in de lucht hangen. En dat moeten wij gaan vermijden. Ja. Vermijden. Oké. Okay. Nou, vermijden. Maar we moeten zorgen dat het weggaat. Oh, dat moeten we doen. Wacht eens even. Een paar weken geleden was er een goed paars oog in de lucht, toch? Ja. Wauw, die komt nu pas binnen. Dat was echt anderhalf maand geleden. Oké, okay, gaan we verder. Wat? En ook schijnbaar, dus duizend jaar geleden. Ik besef me nu pas dat. Een paar weken geleden. Ja. Was het, oh nee, oh, een goed paars oog in de lucht, oh nee. En ik dacht, oh nee. En ik snap nu pas. Wauw. Ja, dat duurde allemaal te langer bij mij. Is niet erg. Dus nu, pas plak je 2 jaar campagne daarbij. Ik wou zeggen, je hebt dus sinds dat ik mijn character heb gemaakt, mijn vorige character zelfs al. Zo weinig hints. Wow. Ja, heftig. Ik ben niet zo van de lore helaas. Wow. Ja, lore. Lore. Dat is gewoon de afbeelding van de cover, zeg maar. En op de boeken. En ook nog eens op de films. Ja. Ja. Stam plus D, voilà. Lore of Stam plus D? Ja. Staat Lord op, toch? Ja. Ja. Lord. Okay. Maar hoe moeten wij dat gaan verslaan? En ik pak zo'n zwaardje. Ja, zo is het laat. Ja. Kangaroo kan het ook wel aan. Oké, kun jij eraan? Ik? Vecht jij zelf ook, of niet? Nee. Wat daar heb ik Utsakip en Kangaroo voor en mijn andere vrienden. Slaven. Hij heeft ook geen enkel wapen op zich. Wat? Hij heeft geen enkel wapen. Hoe valt hij aan dan? Niet. Wij zijn naar die twee. Ja, oké. Okay. Maar hoe vallen die aan dan? Gewoon? Wat wil een rat nou doen tegen een god? Ja, Utsakip is niet zo... niet zo denderend daarin. Oké, okay, en Kangaroo? Kangaroo is wat sterker dan dat, komt wel goed. Maar die kan alleen de klauw gebruiken. Ja. Maar wat nou als de persoon 5 meter ervan af staat? Dan loopt hij dichterbij. Ja, en als die persoon dan naar achter loopt, terwijl Kangaroo erop afloopt? Dan rent hij. Oké, en allemaal begint ook te rennen. Kangaroo heeft wel een heel goed uithoudingsvermogen dus. Oké, maar geen range. Nee. Geen water gun of zo. Dat hij zo. Ja, maar dat heb ik ook niet. Zo'n waterhaaltje zo. Ik heb ook nog nooit dat zien doen. Niet? Nee. Ja, krap. Oké. Is dat een magische krap of zo? Misschien dat het is. Ja, ik kom niet van hier. Het is gewoon een echte krap. Ik
kom een beetje verder naar het noorden, zeg maar. Daar hebben we dat soort beesten. Oké. Okay. Ja. Verder naar het noorden, zeg maar. Maar goed. Van de maan? Nee, nog noorden. Oh. Ja. Ja. Nou, komt goed hoor ik al. Ja. Ja, dit gaat top. Ja, dit, ik heb er al zin in hoor. Gelukkig heb ik hem gespeeld. Dave, dit was toch wel waar je op gehoopt had, maar, toch? Ja, dit zijn wel helden waar ik wat mee kan doen. Toen je eerste backstory beschreef dat er inderdaad iets moest gebeuren met een aantal helden met profeties, dit ik dacht van ja, dit is mijn dream team. We hadden ook in plaats van Flippy deze drie kunnen verzamelen. Ja, klopt. Ik heb het gevoel dat deze drie aan het einde van de quest vast genoeg zijn, maar Maria... Oh, achtergelaten door Mitrand op zijn minst. Oh, ja, op zijn minst. Sowieso. Maar ik wil dat de mensen wel lezen. Ja, ja, daar ben ik benieuwd naar. Waar ik dat, hoe dat verhaal gaat lopen. Ik heb een soortgelijk verhaal meegemaakt. Ik heb ook een keer een voorwerp moeten... Heb ik iemand anders laten doen, maar ik was er wel bij. Wat, stel je voor dit, wat nu gebeurt, hè? Dat gebeurt dan... En de toekomst nog een keer. Wow. Ja, dat zou kunnen, want dit is al een keer gebeurd. Wat er gaat gebeuren. Echt? Ja. Is het toen niet opgelost? Jawel. Maar hoe kan het dan terugkomen? Oh, magic en zo. Magie. Het kwaad zal altijd terugkomen. Ja, niet. Zonder kwaad is eigenlijk niet goed. Dat wordt heel snel. Het kwaad zal altijd de mensen van ons volk beïnvloeden. Ik ga je denken, dus één avond dat ik echt niet zo'n Pokémon te maken heb, en dat van die Nee, ik kan thuis kiezen uit het onderwerp Pokémon of het onderwerp D&D. Nu krijg ik ze allebei tegelijkertijd. Ben ik gelukkig mee. Nog een feestje of the week. Kevin, je komt helemaal op jou vandaag. Zijn er dingen wat jullie willen doen, de voorbereidingen? Dingen wat jullie willen vragen? Misschien aan de anderen wat hier allemaal rondbanjeren? Geen idee wat de leger aan omzetten zijn, weet ik wat allemaal. Ja, ik wil iedereen heel erg bevragen over of zij al eens eerder hoe de profetie voorheen ging en zo. En als ik het idee heb dat iemand niet de waarheid spreekt, dan wil ik graag ook zelf even een beetje insight. Maar je mag überhaupt om mee te beginnen een gather of een investigation maken met je charisma. Zeven. Je bent je rondje maken. Sorry. Vijf. Een beetje rondje te maken. En je merkt echt vrij snel dat het niet heel vertrouwelijk uit te staan tussen op jullie helden. Oké. Okay. Eigenlijk is het meestal ook een mijnaard. Die lijkt tenminste functioneel. Met de pipes moeten maken voor een combat mode, zal ik maar zeggen, klaar ervoor. En natuurlijk met een heel erg verhaal dat lijkt te matchen met de persoon. Maar wat ik altijd is, oh, lekker mis. Fijn dat je daarvoor hier bent. Ja. En zo gaat het een beetje, dit is de tendens waar je over naartoe gaat. Maar dat die eten vind ik echt weer lekker, dat we wel. Iedereen die dat zegt, krijgt maar eten. Als ik, wil je nog iets doen? Als ik merk dat er toch een beetje achterdocht is, dan verzamel ik iedereen even, ons vier. Kangirl, Pushikup erbij. Dan zeg ik, oké, volgens mij hebben ze niet echt vertrouwen in ons, maar wij kunnen dit. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Ik heb steendraken overwonnen. Ik heb zeesterren overwonnen. Elektrische muizen overwonnen. Ninja's verslagen. Wij kunnen dit. Jij kan dit. Jij kan dit. We kunnen dit allemaal. En zo ga ik 10 minuten door. Ben ik de inspiring leader. Voor iedereen 6 HP temporary input. Oh, je vindt het nuttig ook nog. Intensief, Hoetje Kip en Kangaroo. Ik wil hem niet oppakken, maar ik heb te weinig charisma. Ja, dan had ik nog dat meer charisma gegeven. Okay, jullie vieren hebben iets meer vertrouwen in. Dat is met Randa. Hey. Okay. Nou, komt dat ook nog? Ja, kan ik kijken of ik hem erbij kan roepen. Misschien kun je een blikje erop werpen. Dan wil je eigenlijk zo. Ja, nee, dat wil ik niet veel.
Nee, als ik van iemand, kan ik aan jou vragen. Ik vraag op een gegeven moment aan, hoe heet hij eigenlijk? Ik? Niet Frantig. Dat is een moeilijke naam. Geen makkelijkere naam. Ik ben Matthew Wellen. Ja, dat is mijn elfnaam. Wat, Matthew Frantig? Kijk, ik heb ook gewoon, Vrienden noemen me gewoon Dan. Ja, precies. Ja, mijn echte naam is Mitrantag. Maar vrienden noemen mij Dangal. Dangal? Ja. Oké, dat is Dangal. Ja, ik was even denken, hoe heet dat? Ja. Hoezo? Ja. Ja. Dat wil je niet uit als ze horen nu. Nee, ik wil niet. Oh, oké. Okay. Nee, mijn naam is ook niet uit. Ja. Wat ben je dit, man? Ik ben nu niet mee met al die dingetjes. Nu in principe met de mensen thuis, meer dan de wonders wat die Trantas eigenlijk je human name is. Dat vind ik wel een mooie. Dangal. Dangal. Ja. Dus schrijven ze de wonders geen vrienden van die Trantas. Het is niet bereikt in 2 jaar 3. 2 jaar 4, sorry. Kun je hem niet hier naartoe halen ofzo? Wat? Als het te lang blijft stilzitten, dan worden die beentjes een beetje stijf. Ja, dat is waar. Maar ja. Het ding is een beetje dat we niet weten wanneer die komt en waar die komt. En... We kunnen hem niet hier naartoe halen. Dat kan. DM, heb ik enig idee wat het plan is van dit avontuur? Ja. Nou. Deze ochtend ben je bij zo'n war consult geweest, zal ik maar zeggen. Waar in principe eigenlijk niet alles klaar zat. Want naast deze tent zijn er nog zeker 8, 9 tenten vol met krijgers. En de bedoeling is echt dat iedereen licht en ready is voor het moment dat als dat oog ergens verschijnt, dat betekent iedereen die kant op kan. Want als het oog verschijnt, zal het niet lang duren voordat de strijd begint. Okay. Dus het is echt gewoon de stilte voor de storm. Nog even het laatste beetje kunt genieten. Maar bijvoorbeeld, dat is ook om die reden geen alcohol hier bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat iemand laveloos is, dan is het onderzoek Engels maar meer rennen. Behalve het laatste keer wat ik heb. En blijkbaar Cam ook. Ik mag dat nog niet. Maar nog niet. Fout genoeg. Waar heb je het over? Alcohol. Dit is gewoon een fles met water. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Wil je een stokje? Het is wel brandend. Het is holy water. Brand een beetje. Nee? Nee, dank je. Oké. Okay. Niks 18. Ook bij de wanders. Schijnbaar. Ja, nee, maar het is gewoon, het is echt wachten en nog even genieten van het leven. Dus je mag nog even koken als je wil. Of tuinieren mag ook. Ik ben wel wat klaar te maken, zo. Je wordt mijn maag zo. ik zeg hier dit met jou, want ik sla zo een soort groot blad ook. En dan zeg ik, hier, maar wel maar de helft. Op de helft, zo. Ja. Allee, voor mij of ook voor? Ja, alleen. Ja, is goed. Dan doe jij eentje en dan verdeel maar, want die is een beetje gelijk. Geef een heel klein stukje aan Ujikip. En dan zo een derde aan Camgirl en dan de rest van jezelf. En? Zie je dat? Het is goed, dat je best wel wel. Wow! Goed spul! Je ziet die rat op zijn rug liggen. Lekker brood is dat, hoor. Ja. Lekker brood. Was dan brood. Het is een beetje zoals Nora Berries. Nora Berries? Mm-hmm. Zo. Laat je het wel eens zien als bij de natuur ingaan. Die hebben ook zo'n effect. Oké. Okay. Is het niet Nagelberries? Nee? Nee, Nora. Nora? Echt? Nee, dat Nagelberries. Misschien heb ik het verkeerd verstaan. Oh. Mijn geheugen is niet altijd het beste. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Ken ik wel. Aaronberries? Nee. Nora. Mijn Naro. Nou goed. Volgens mij. Ga je uit. De discussion. Ja, nee, dus we moeten even wachten. Ik begin gewoon omdat ik wat flinker ben. Mijn spieren te strekken. Dus ik pak mijn frying pan en die zijn best zwaar. Dus zou ik Pokémon Love the Rings en de Olympische spelen? Ben je wat zwaarder tegen Kangirl? Nee. Oh. Niet eerlijk. Training? Je bent omdat. Ben je dan zwaarder tegen Uchikip? Gewoon tegen mensen, tegen dieren werkt. Oh.
ik vecht niet. Het liefst zou ik gewoon niet vechten, want ik, ja, ik stap er gewoon uit. Ik ben gewoon weg voordat je het weet. Oh, ook een goede strategie. En soms horen ze me wel. Maar ik ben veel te lief. Je mag nog, hè? Ook. Ja. Ja, nou, als je bij mij bent, ja, eigenlijk gewoon dan niet zo vaak. Omdat ik natuurlijk een materiaal heb. Oké. Okay. Mijn naast mag nog een Python. Superles. Ik laat met je kip en Kangirl wel even trainen tegen elkaar. Oké. Okay. Misschien met. Zie je wel mensen die wat. Denk, staan aan de hand en zie je die rat tegen die grote krap. Kangirl, kraphamer aanval! Butchercap, probeer hem te ontwijken! Wat jullie merken als toeschouwers, iemand wordt gewet. Ik pak de volgende. En ik speel. Maar blijkbaar heb ik al horen. Hoe hou je door het was? We horen het echt niet wat ze klanken, schijnbaar. Als je niet de goede kant op draait, krijg je niet meer nood, schijnbaar. Goed, maak er een trompet van. Ik heb een trompet. Nice. Nou, wil je geld eens laten worden gevraagd, onder andere aan Gam? Nee, dat doe ik niet aan. Alles gaat gewoon mee naar huis. Nou, om het even snel makkelijk te maken, beste Bas, mag je 3 keer een D20 die nog gaat dobbelen? Ik heb valt niet aan. Ik wil wel inzetten. Oh, wie ga je aan? Hoeveel geld heb ik? Mooi wat je bij hebt. Oké, dan zet ik 300 goudstukken op Utsjakip. De eerste ronde is gewoon de hoogste wint. Ja. De eerste ronde bent Utsjakip. Gaat goed. Oh, ik zie de vastgrijpen net dus een paar van die schakels in. De tweede ronde wint Kangirl. Die missie. Oeh, de buiten ziet erop. 3 gedobbeld wint hij. Oef. En de laatste ronde, een natural 20 voor Utsjakip. Yeah. Ja. Je ziet Utsjakip komt terug, komt achterlangs. En je weet gewoon waar het oog zit. Goed, nu zit te krabben. Nice. Ja, je bent terug te vallen, uit de ring verloren. Dat is genoeg, Utsjakip. En ziet een paar mensen, oh, kut. En even de weinige winnaars. Dan zien we dat ook, yeah. The tiny creature. Zeg maar, hoeveel krijg ik? 75 gold winnings. Zo weinig, man. Damn. Ja, man, je bent de rijkste van al die mensen die binnen. Je hebt alle mensen al hun pensioen kwijt. En jij begint daar. Oh yeah. Oh, hilarisch. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen, maar ik vind dat leuk. Nou, schijnbaar dus niemand. Iedereen denkt, oh, die grote gaat winnen. Schijnbaar niet. Oh, je moet geld betalen, mensen. Oh. Heb je geld? Nee. Niet? Ik krijg nou nooit ergens te betalen. Wat? Oké, alles voor niks. Slaapplek, eten. Oh. Ik weet niet beter. Oké. Okay. Papa. Ik mag gewoon altijd uit slapen. Ik slaap gewoon op de grond. Okay. Ja, ik hoop het. Tegen een boom of zo. Dat is het beste. Tegen een boom. Pijp. Voorbij. Kan dan. En terwijl er nu een beetje spanning is, zal ik maar zeggen, hoe buurt er iets gebeurt nou, zit je best nog een beetje die sfeer opgelicht krijgen, zou ik maar zeggen. Iets wat lucht gewoon. Dus oké, beetje kunnen ze toch wat. Oké, ja goed, misschien dat het morgen ook wat helpt. Je weet, bij die ratten op een gepeinigde plek of zo, zou goed komen. Zeg, meester Gam, ja. Heb je niet een lied voor in deze mooie hal? Dat moet zo'n petje. Zeg, ik heb vandaag geen instrumenten bij me. Nee, maar gewoon alleen maar zang. Ja, ik ben nog steeds gewacht op jouw zangstukje, dus... Heb je dat net gedaan? Nee. Oh ja, nu heb ik het ook gedaan. Terwijl je dat doet, ga ik nog even kijken voor wat eten. Ik ben jullie wel kappen. Specifiek tomaten. Oh nee. Op zich, de... dat wat eten opslagen wordt, vind je daar ook een hele berg aan onder fruit en groenten met onder andere tomaten. Yes. Ik zoek de kleinste tomaten. Dat is nog, ik heb geen gecheckt tomaten, ik zoek een tomaten op zijn minst. Oké, okay. Dan ga ik die tomaten ga ik niet zo bijvoorbeeld snijden of in één keer, zou dat een hele kleine tomaat zijn, ga ik ze niet in één keer in mijn mond gooien, nee. Elke tomaat. Daar doe ik een paar happen over en dan zorg je dat er zoveel mogelijk tomatensap langs mijn baard glijdt. Wat
Terwijl hij zijn lied aan het zingen is. Het stopt zich wel, man. Kun je netjes eten? Wat? Je allemaal spullen gebracht. Oh shit, had ik helemaal niet. Eet je die gewoon rauw? Het is veel lekkerder als je daar gewoon een lekkere shakshuka van maakt. Zo. Echt? Ja, man. Oh, kun je dat maken? Ja. Oh, ja, alsjeblieft. Oké, dan. Ik heb honger. De twee eieren zullen eruit halen. Jij hebt genoeg gehad. Heb je hulp nodig met koken? Nee. Oké. Wil jij je eigen eten maar maken? Dat is voor mij... Ik wil die niet helpen. Wie dan wel? Een van mijn... beestjes? Nee. Ja. Koriander. Waar zijn die beestjes eigenlijk bij jou? Nee. Ik zit hier nog. Ja. Staat bij me. Ja, en de rest? De andere moet ik even halen. Waar zijn die dan? Die vliegt hier ergens rond, maar die zie je nooit. Oké, en hoe heet die? Unearth. Hoe zie je die ook niet dat we aflevering 150? Nee. Unearth. 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 Voor UN en Unearth. Weer geen idee. Hoe ziet die eruit? Ik weet niet. Je kan het nooit zien. Die is altijd onzichtbaar. Maar ik kan hem wel even. Als ik even de tijd neem, kan ik wel even kijken of ik hem kan voelen en oproepen. Die kan hem gewoon helpen. Die kan dan dingen voor me dragen. Dus dan zie je dat zo zweven en zo. Ze haalt dingen van de aarde af. Dus on earth. Dat heb ik hem genoemd. Heb je dat? Normaal. Het is boven de 150. Kijk. Nee, dit is niet boven de 150. Kijk eens ook mijn pilino. Nee. Oh, ja, ik ben wel... Al mijn vriendjes zitten in Gen 1. Ik denk momenteel dat Jesse het kijken is en denkt, got it. Ik heb mij niet aan het kijken, joh. Hoeveel verstand heeft Jesse van Pokémon? Hm? Nummer 93. Ja, maar Jesse kan googlen naast kijken. Zij ook. Goed. Terwijl tot jullie echt een puzzel zijn. En het nieuwe gerecht van Gam net klaar is. Heb je net de eerste paar happen gehad? Wat zijn ze het eten? Ja. De shakshuka. Ja, lekker. Het is gewoon tomatenpuree, lekker gemaakt. Een beetje basilicum, een beetje koriander, een beetje tijm. Wat eitjes op. En dan is het lekker in een frying pan. Dat is lekker aan het borrelen. Een hele stukje brood en kun je erover. Behalve jij niet. Jij hebt genoeg gegeten. Is dat het speciale brood of normaal brood? Nee, het is gewoon normaal brood. Oh, ik kan zeggen, het speciale brood kan ik nu echt niet meer... Het heeft mijn vrouw gebakken. Ach, weet je vrouw? Zero. En terwijl ik hem vertelde over zijn gezin het leven thuis zou, waarvoor die als goed is gaat vechten hier vandaag. Hoeveel kinderen heb je? Veel. Ja. Ja, sorry. Dofro. Wat? Bobel. Dofro. Pinten. Waar Pinten? Ja. Een leuke naam. Rima. Hoe? Rima. Rima. Ja. Leuke naam. Doe iets? Nee. Was Lego bijvoorbeeld? Wat? Was Lego? Ik heb wel eens van. Nee. Je noemt kind nou zo. Ja, nee. Ik heb wel eens mensen uit zeg maar de. Halflingdorpen ontmoet. Die hebben hun kinderen genoemd. Dat was een veel voorkomende naam waar ik nee. Nee, dat is niet bij ons thuis. Okay. Dat is zeker als je achter de rivier bent geweest. Ja, achter de rivier wel. Over de berg, ja. Klopt, ja. En terwijl dat hoort. Je hebt eten net op als we in de verte hoort de oorlogsmolens nou. En echt, wees iedereen in paniek, zal ik maar zeggen. Oh, kut, het is nu. Mag je het? Ik begin echt dat eten zo heel netjes zo. In een bak. Het eten is ver op, hè? Dus, ik probeer alles snel schoon te maken. Oh. Pak die pan zoiets al net bij mijn bibs. Als iemand op me schiet, dat mm-hmm. In de pan. Mm-hmm. En dan. Granaat zo in mijn rugzak. Uitje kip. Kangirl ernaast. Oké! Ik ga ernaast aan mijn rugzak. Waar om te gaan? Dan gaan we maar. Op avontuur! Dus deze Discount Adventures loop naar buiten. en geen misschien tot. Waarom die bedoel ik weten, en gewoon een lentedag was. Komt een paarse wolk steeds dichterbij. En dichterbij komt meer. Oh, hartstikke schoten.
En Gimmel, zodat ik erbij kom, zie je ook langzaam een oog in het midden opengaan. Waar staat nou gelukkig dan? Ja. Ook langzaam, ook waar het oog komt, zie je langzaam de lucht ook een beetje bijkleuren. Het gaat van dat donkerpaars naar ja, donkerroze naar een donkergrijs. En dan weer langzaam weer wat donderen bliksem te komen. Dit moet wel een mythisch wezen zijn. Ja, wel een legendarisch. Ik geef je een beetje wat verder op het glas, zie je weer allemaal slier eruit komen. Heel erg. En vooral degene wat meer een elfen oog hebben, dus waarom is dat eerst die ziet, zitten allemaal wezen onder te komen. Je hebt vier slier eronder, lekker de duimen. Wat de rest ziet, zit op een gegeven moment echt een hele heuvel vol ziet met vijanden. Allemaal donkere krijgers, sommige met allemaal een van de ja, donkere gezicht met witte handen of iets op het gezicht gezet. Donkere leder harnassen, soms ijzerdingen, heel erg gehaakte, ruwe wapens. Op zo'n plek ook, ja, zo van krapachtig, maar jij herkent het helemaal niet. Staat er op, je vier armen van die pincers, je hebt een heel ander beeld. Nieuwe soort. Andere regio. Dan heb je soms dat ze er anders uitzien hebben gehoord. Dat moet ik professor Kao vertellen. En terwijl je het ziet, zie je tussen 8 juli zie je een paar tenten die met ofwel voor een deel weggaan, die dichtbij zijn. En dan komen we dat ook, krijgen ze jullie kant bijvoorbeeld toe. We hebben het over satire. We hebben het over de Alken. We hebben het over een heleboel halflings. Allemaal in heel wisselend satire. Geen niet echt leeg gemaakt voor de strijd. Maar in ieder geval allemaal gevulde buikjes en klaar daarvoor. En een aantal Eladrin-krijgers. Ze begint te rennen, dan rent ook iedereen zo langs. Zo. Ik ben niet snel. Of ja, maar wel. Nee, ik ben wel snel. Ja. Ik ga snel dan iedereen. Hoe ben jij, hoor? Ik loop hem voorop. Wat ben je? 35. Ik ga bellen. Voor iemand zo slow als je grijn is, kan ze pakken hard. Ja, ik weet niet meer waarom, maar ik ben 40 feet. Waarom zou ik al zeggen? Gewoon migrant toch. Heel migranten, die kleintjes, die rennen wel snel. Ja, laat ze maar gaan. Hè? Die hebben zoveel energie, moet dat even kwijt. Ik blijf wel bij u. Bescherm u wel. Oh, je hoeft geen u te zeggen hoor. Zo oud ben ik ook wel niet. Klinkt met 10 jaar bij. Best wel oud. Dat is vast. Ah, bij deze, je hoeft geen u te zeggen. Dank je. Schrijf eens een paar van jullie, dank je. Jullie staan een beetje voorop. En ik geef het even echt gewoon twee hele grote fronten. Alleen uit de ogen en de overkant nog steeds meer krijgers te komen. Die langs die vlam een beetje eromheen beginnen te likken. En zelfs de commandanten van de groep kijken op een gegeven moment echt naar jullie groepje. Wachten ofwel inspirerende woorden voor een macht die steeds groter lijkt te worden. Of voor iets van houvast. Ik heb mijn inspirerende woorden al gegeven, het kan. Geef me een momentje. Ik heb squat nimbleness. Dat is plus 5. En dan die aan het wonen. Dat doe ik bij 40. Moet je ook het 11e stuk doen. Terwijl de verzoekers in goed doen, de chat inmiddels heeft gezegd: Elvish heeft left the building. Om hem nog beter te maken, oei, uit de klei getrokken. Haihoek. Ah ja, sorry. Haihoek. Haiku. Goblins mag wel. Ik ben ook eigenlijk een bitbo. Kijk, jullie zijn z'n tweeën lachen. Jezus. Ik vind het wel cool dat we het allebei hebben gedaan, zonder dat we het van elkaar wisten. Ik ben echt heel jaloers. Ja. Ik ben daar tegen je heel teleurgesteld. Ik dacht, oh, ik hoop dat niemand samen heeft gekozen. Ja. Ik had helemaal geen Lord of the Rings reference door. Nee, ik ook niet. Je mag geen halflings ofwel noemt ofwel humans. Ik had het echt niet door dat Mifranta zou blijven. Nee, ik heb dan niemand verteld wie zou blijven. Nee, Gam zou eigenlijk een paladin of een bard zijn. Dus nu is je? Oké.
Okay. Nou, alweer een rogue. Terwijl die laat ook. Ja. Ik ben gaan inventariseren voor een low magic zetten, want Lord of the Rings valt een low magic. Er zijn een paar magische sterke geweest, maar de rest is in principe helemaal niks. Bijvoorbeeld magische dingen naar wapens af en toe, maar voor de rest is helemaal niks. Dus dat is een leuke uitdaging om dat bij D&D neer te zetten. Dus we weten dat de source wel verkozen voor iets wat dat magic kon. Maar heb je je toespraak gevonden? Ik heb een toespraak gevonden. Nou, laat de plagiaat maar rollen. Gelukkig heb ik het Wat? Voor even outside game, heb je nu ook echt The Wizard? Wat The Wizard? Hoe bedoel je The Wizard? Niet Mithrandir, nee. Oh, nee. Nee, ik heb Mithrandir echt. Okay. Ja. Oké. Okay. En Nederlands, ja. Ja, ja, ik ga het niet episch maken. Oh, alles wat je uitspreekt is episch, Steve. Oh. Oh. Episch slecht. Bitch! Oh. One suck up damage. Ja. Oh, nu werkt het helemaal niet. Ja, inderdaad. Is dat vooruit? Zet nou, kom. Nu werkt het gewoon uit. Slinger vind je. Nou. Ik twijfel steeds of ik dingen ben of die gast me dat jongetje. Ja, je bent niet even op. Weet je hoe die gast heet? Kevin? Nee, dat is nee, dat is de vogel. Ah, shit! Oké, okay, Rick. Staat iedereen een beetje zo in een lijn? Jij hebt zo'n grote linie achter je. Nice. Ik tik met mijn stap zo op de grond. En niet mijn eagle verschijnt, maar mijn paard verschijnt. En dan ga ik opzitten. En dan rijd ik zo langs de linie op mijn paardje. En dan begin ik te schreeuwen. En dan ga ik ervan uit dat iedereen mij hoort, maar waarschijnlijk mensen op de tweede rij horen dan niet meer. Jawel. Maar goed. En dan zeg ik: sta op! Sta op, ruiters van Mithrandir. Speren zullen worden geschud. Schilden zullen worden versplinterd. Een zware dag, een rode dag, eer de zon opkomt. Rijd nu, rijd nu, rijd! Rijd naar de ondergang en het einde van de wereld. Dood! En ik hoop dat iedereen dan terugschreeuwt. Geen iedereen terug? Mag ik precies een check? Iedereen gaat weg. Dood. Oh nee, wat zei je, Persuasion? Ja. Oké, 11. 11. Ik geef me zien, terwijl Paas is het. Oké, en zie je Paulie in combinanten. Ja, dan moet je extra opletten. Ja. Maar nu komt de tweede. Dood! Moet ik nog een Persuasion doen? Ja, nog een Persuasion. Ja! 29. Geef me zien, Paulie. Oké. Ja, dit is het moment. Ik geef me het zo'n halve weeg begint een beetje. Vanuit zo'n. Yeah. Een paar van die ouders langs de zijde van het voetbalveld. Ja, we doen iets voor de kinderen. En ging met de tweede keer doen, zie mensen. Ja, we kunnen het. Vooral die afwisseling zijn helemaal leid. Ja. Potten, pannen, alles tegen elkaar aan het rammelen om zoveel kabaal te maken. Ik kan er nog één. Ah, 19. Goed genoeg. Ja. En ging met ook die laatste dood. Die verstomt bijna gewoon door het geweld en geluid dat uit je achterlinie komt. Het is ook zelfs jullie van. Hoe groot is dit leger? Want er is wel heel veel kabaal. Oh, je is allemaal te klein om dat te zien, dus dit uit de winkel. Niet echt dood, alleen bewusteloos. Nee, echt dood. En dan als laatste, dan draai ik me om naar de linie van vijanden. En ik begin een beetje te galopperen. En dan zeg ik: wat? En dan staat er hier iets wat ik niet kan herhalen, want dan is het wel copyright. En daar heb ik niks voor verzonnen, dus. Ja. Ik heb toch de naam een beetje anders voor Google. Gewoon. De tweede. Doe maar 30 ze even gewoon omdraaien. Ja. Oké. Okay. Vooruit! Vooruit. Leo Ringas! En dan zie je langs de weg. Een poesje begint te lopen. Loop je er mee voor je ogen voor trampelt? Nee, man. Ja, ga je. Oké, eens gaan. Andere kant komen ze ook niet naar je toe. Ik heb 90 feet movement, jongens. Ja. Nee, 35 piet. Ik wil zeggen 90. Ik heb 105 piet. Ik heb 3. Jij denkt, oh 9 is zoveel. Wat? Ik ben een rogue. Ben ik een rogue? Je denkt zo'n klein. Speel wat je kent. Kevin zegt, hey, ja, maar ik moet alles voor game hebben. Een commoner. Goede commoner. Goed, jullie gaan naar voren toe echt aan de grond trilde. En het is wel ook wel die uit de pijp getrokken kijkers aan de overkant, samen met die monsters en alles erom en eraan.
als weer gewoon jullie wat voel naar voren toe aan het zijn. En heel interessant, want ik heb we gaan daar geen battle voor gebruiken. Sterker nog, dit wordt echt een Theory of the Mind stukje. Zeker omdat D&D niet is voor echt grote combat dingetjes, wordt het stukje beschreven. Dus flanking kun je roepen, maar heb je helemaal niks aan. Gabriel, wat voor dingen ga je doen om de Tide of Battle te keren? Daar gaat het een beetje meer om. Een beetje ook de shipregels van D&D. Mithranthe, als aanleider, waar begin je mee? Laten we beginnen met een epische fireball, natuurlijk. Cool. Gewoon op de eerste linie, gewoon als openingssalvo. Graag klappen. Misschien is van zo'n klein roze vlammetje naar voren toe en echter is een explosie van roze vuur. En je ziet iedereen gewoon vliegen en gaan. En dat is puur het openingssalvo. Geen misschien wat er uit dat oog ook zo'n plots een pupil verschijnt. Een gele pupil die echt richting Mithranthe kijkt. Ik kan een stap omhoog. En verder doe ik nog niks. Oké. De rest gaat naar voren toe. In principe zijn er nog 2-3 acties die je kunt doen voordat de clash komt. Wat doen jullie? Ik wapens pakken is misschien een goed idee. Ja, of je gaat naar voren toe. Ik heb geen wapens. Mijn zwaard. Ik heb ook geen wapens. Ga zo. En je zwaard ligt blauw op. Ah oh nee, ben ik doof, bro. Je hebt gewoon zwaard gehad, je bezig. Met dat ik ben aan het rennen, wil ik graag goed scannen wie ik als eerste ga aanvallen. En van diegene wat ik als eerste ga aanvallen, wil ik graag een deception check. Als dat nog niet is. Help even waarvoor, want je hebt single enemy is nu, heb je niet zoveel aan. Oh, ja. Want je begint die wargame niet te doen. Nee, ja, ik heb, ik weet gewoon, ik zie gewoon hoe mensen willen aanvallen. En ik ga dan gewoon zo door de been zien en steek ze gewoon achter in een bips. Oké, okay, fair. Ik ben zo jullie snijden. Ik wil graag op de grootste body af dashen. Geef ze een grote pins en je gaat een beetje van de groep weg. Per? Ik stuur Uche Kip en Kangirl naar voren. Ik ga zelf ook mee om ze aan te moedigen. Ik laat Kangirl zo met zijn grote pincers zo bom, mensen pakken. Dan kan iedereen grappelen, iedere klauw. En dan zo Uche Kip zo er later overheen laten rennen en dan zo in de ogen laten scratchen. Uche Kip. En bijten zo zo'n piek. Pitcher Kim, krabaanval! En een Kangirl, krabaanval op die en pak die ook! Ja, die aanval was niet zo effectief. Allemaal rock types of zo. Ja, cool. En het is klein getrokken, hè? Ja. Oh, wow. Ik kreeg een type disavow, dus inderdaad. Oké, dus. Jij gaat hier maar even die grotere toe. Mithranthe gaat recht vooruit. Je ziet die versterkingen al, moet jullie meer rennen. Blijf je voor of ga je hier met op in die middenlichten? Ik ga op in de middenlichten, ik ga door de beentjes heen. Toch? Van de haplings? Nee, van de slechterik. Oh, van de slechterik, oké, maar je gaat dus ook voorop aan de troepen, of ga je... Zeker. Oké. Okay. Rennen naar voren toe, geen moment komt die eerste clash met een paar van die grote, uit de kluitje gewassen humanoids. Het moment dat de clash er is, zet ik mijn staf aan. Voor een ander. Ja, wie zat er iets op zijn staf? Op een gegeven moment tikt hij de grond aan en ziet dat kristal echt die eerste lijnen echt versterkt roze opgloeien en af en binnenuit echt het fel licht. En je ziet zelfs door een stuk op de grond zo'n roze waas even komt tot een plusminus 10 meter van hem af, wat echt omheen lijkt te blijven dansen. Ja. Een heel licht gloeien op de grond. En je ziet er zo echt van, oh shit, dat is als een grote die wel even iets langzamer gaat en even twijfelend lijkt te kijken. Laatste ronde voor de clashes. Oh, dat was de clash toch? Ja, gewoon, ik wil die van de rest ook nog doen. Doen. Ik heb de rest ook de kans. Kan ik op die grote jongen die ik heb ontdekt zijn shirt vast. Heeft hij shirt aan? Nee. Zijn bovenarm vastpakken en rond, zeg maar, om zijn lijf heen swingen met mijn gewicht om boven op zijn schouders terecht te komen? Je mag daar een lens check maken en kijken of het lukt. Dat is... Oeh, een blikje. Athletics is een 22. Kijk,
Nu al beter de rest van de wandelers. Oké, dus je ziet hier... Ik zit hier op zijn nek, gehurkt met mijn handen in zijn nek hierachter. Waar ik dus aan twijfel is, geef het mooi. Pak een van die vier armen wat tegen, wat onderste. Je gebruikt hem echt om zo omhoog te wippen. Je weet zo'n... Het is gewoon zo omhoog forceert met je eigen gewicht. Kort op zijn schouders zegt. En de huid is voelt als van ijzer. Dus een beetje moeite om grip te krijgen. Maar je hebt ook gewoon zijn spierband vast. Dus van, dan maar zo eromheen. Top. Voelt als een kei, kan ik vastpakken. Lekker maar op. Ik kan klimmen naar beneden. Als ik merk dat de eerste wonden zo komen bij anderen, maar ook bij Pitcher Kip of Kangirl, dan roep ik nog Rauza Blub op. Tussen hun in. Ze zien een klein blauw dinosaurusje met zo'n plantje op zijn rug. Ach. En die geeft nog met zijn lianen, heeft hij nog geneest hij de wonden een beetje van die twee in de strijd. Ik blijf ze aanmoedigen. Rauza Blub, genezen! Pitcher Kip! Kangaroo, blijf aanvallen! Mag je even twee attacken op zo maken? Oké. Moet ik daar dingen van bij optellen? Utrecht heeft eigenlijk een attack. Utrecht heeft een 5. Gewoon zo, ja, zo moet dit en Kangaroo heeft een 10. Oké. Okay. Alweer bezig en we gaan afgeven door de schilder, toenk toenk. Jij begint met stabby stabby steps. Ja, ja, nog voordat ik een paar meter gooi ik wel nog zo'n steentje tegen iemand zijn helm op. Zo, toenk. En dan, dan weet ik dat die beetje af is gelet, dan kan die beter stuk. Toenk. Maak je het dan komen. Twaalf. Oké. Okay. Ja, doe ik. Goeie steentje. Hoe gaan we het door kunnen doen? Ook die met dat zwaard kon richting jou. Woe, langs knieën af. Push-ups. Je springt half overheen. En dan komen die grote clash en daar begint een stukje chaos. De enige persoon met overzicht zijn die twee. Want jij zit sowieso wat hoger en jij zit op een baard. Ja. Geef me ook je beestjes. Tweede van zie je niet eens meer in strijdgeweld. Je ziet af en toe Liana naar boven te zwaaien, ik ben nog. Maar die rat geeft flauw die wat ding mee doet. Terwijl nu de clash gaande is, je gaat in principe werken met een aantal turns per groep. En voor deze verdeling heb ik 10 enemy groups en 5 van jullie. Zodat je leger een stuk kleiner dan wat uit het oog blijft komen. En anders dat er één groep echt ver uitschakelt door die eerste fireball. Zijn er nog genoeg over. Jullie zitten in unit vechten. In principe elke avond jullie doen krijg je ook eentje wat terug. Dus we beginnen nu bij Big One die wat tegenover een andere Big One staat. De Big One die tegenover een andere Big One staat. Sorry. Ja, jij omdat je nu zo hoog zit. Ah, oké, ik wil graag unarmed strike gebruiken. Volgende nek? Ja, gewoon in zijn oor. Oké. Dat is een 14 om te raken. Voldoende. En even kijken. Ja. Dat is een 6 damage. Oké. En dan gebruik ik graag Flame Powers als een bonusactie. Mm-hmm. Met een van mijn keypoints. Doe ze gewoon. Oeh, dat is een 21 om te raken. Oké. Okay. En dat is dan... 1 8 damage. En 1 11 om te raken. Nee. Ah, jammer. En ik hou me aan zijn oren vast. Kijk, toch een beetje Harry Potter. De oren van een hele grote orkvast. Wow. Je bent gewoon het nek zo klein, je springt naar achteren, daardoor dat je om te raken net niet kon raken. Voordat je echt een beetje voeten kijkt, voordat je weet dat het hoofd gesplet wordt. Mithander. Ja, ik... Meng je in de strijdgewoel of blijf je van weg staan? Ik was niet vooraan. Dan ben je die niet ingereden? Jazeker. Oké, dan zit je erin. Jazeker. Ik kijk om me heen of ik ergens de leider zie. Maak maar eens een perception check. Ik zat die bovenop een berg van alle commando's in. Perceptione 17. Baron kijken, maar je lijkt niemand te zien met een hogere rang. Maar het grootste zal waarschijnlijk vanuit dat oog zoeken, wat hebben jullie? Ik heb niet ook bij de oog gaan komen. Door achter de linies te komen en dan... Echt op de rond te komen, dat was mocht schieten. Dan zou je in principe hem kunnen raken met je firewall. Achter de linies. Ja, je moet echt achter de strijd komen. Oké.
Dus dat is niet heel erg... Hoe dik is de mensenmenigte? Zo 40 man dik. Oké, we gaan crowdsurfen. Met je paard. Met je paard. Je bent echt lang niet meer op festivals geweest, mij. Dat, een paar honderd kilo aan zuurvlees in de voren doen. Nou, gelukkig kan ik wat niet meer op wat ik wil. Hè? Nee, ja, dan ga ik gewoon rondslaan met mijn zwaard. T. Swing, staf, zwaard. Maak het eigenlijk maar. Daas. Je zwaait. Hoe gaat het gewoon overheen? Ben je niet gewend dat je bovenop zit? De staf af en toe je licht geeft. Zeg, Utsakip, leid hem af! Ik laat Utsakip help action doen om een beetje af te leiden, zodat Kangirl hem flink kan pinceren. En dat Rosa Blub kan blijven healen of tussendoor. Oké. Okay. En ik ga lekker verdedigend proberen tussen de benen te staan. Heb je nou gewoon 4 actions in 1 beurt? Nee, je bent familiar. Je hebt je Summon Beast en je hebt ook een spel dat vonden zoals een... Ik heb 2 attacks, maar ik moet 1 attack opgeven om mijn beest te laten aanvallen. En ik heb nog een 2e attack, maar die gebruik ik niet. Damn. Ik heb geen wapens. Dat is een 20 om te raken met Kangaroo. Nou, zaak. Damage level? Ja. En de target moet een... En de target is grappled ook nog. Oké. Hij krijgt 7 bludgeoning damage. Oh, oké. En grappled. Dat is hem. Oké. Nou. Wordt gevochten? Ik kijk goed tussen de beentjes wie niet oplaat. En dan kijk ik eentje aan en die observeer ik heel even heel kort in mijn bonus action. En dan zou ik een deception checken. Ik heb een 3 gedobbeld. Ik weet de DC is, maar ik zit waarschijnlijk te laag. Ik heb hoger. En ik weet hoe hij zich beweegt en ik kom zo tussen de dingen zo en ik steek me zo in zijn buik schiet. Oké. Okay. Nice. Natural 1. En dan 19 plus 5 is raak. Ja. Even kijken. Hoeveel mag ik eigenlijk? Lang geleden. Nee, tellen we nog steeds. Net zoveel Rogue's Genji. Oh, damn. 12. 15, 17. 17 plus 2. Is 19. Mm-hmm. En met mijn overgebleven movement als ik die nog heb. Met de fiets, dan ga ik gewoon weg. Mobile. Oké, dus jij bent gewoon hier de drone aan het rennen. Ja. De grote wordt probeert jou eerst een klap te geven en daarna in de vlam te plekken. Dus, ik heb een 19 gedobbeld, ik moet er een bonus bij. Oeh, dat is raak. Jo. Appreciate. 8 damage. Okay. En dan mag je het lijst van acrobatics maken. Athletics of acrobatics? Nou, laten we dan voor 15 gaan. Je probeert die te pakken en goed eraf te werpen, goed eraf te schuiven. En ga even naar onder toe. Huh? Pak anders echt dat in die ASP achter vast. Is daar ook klimmen dit. En terwijl je die andere wingen ziet vliegen. En terug, omhoog. En je bent je zuster opzetten. Top. Michel, denk je ook slag? Nee. Hartig. Een 14, een 15 en een 6. Om te raken. Shield, wat erin is. Misschien. Waar wil je in het zwaaien? Geef met die paar van die zwaaien ook al te komen. Roem je shield om je heen. Nou, kijken wat er met onze kinderen met onze training gebeurt. En eens kijken, ik heb een 13 om krap te raken. Mis. En een 11 om de trainer te raken. Ook mis. Dan zit er... Achter van je half niet afgestoppen, werkt! Terwijl die paar van die zware over het harnas van die van onze grote krab heen duiken. Goed zo, Kangirl, block it! Nu is het weer piep! En bij jou, ga ook in de tech erheen. Nou, een duizend hoe niet uitschrijven. Indeed. Nee. So far, so good. En dat is slechts voor steeds je ooit zo'n drukker wordt.
is het even tijd voor de pauze. Dan gaan we daarna verder met de rest. Geef ik even de pauze wellicht eens kijken hoe, wat jullie kunnen, wat jullie willen doen in deze veranderende setting. Een korte kennismaking daarbij geweest is. Kwart over negen terug moet lukken toch? Ja. Het is 2 voor 9. Dus. Komt er nog een wie is deze beest? Nee. Wie is deze beest? We hebben momenteel genoeg gehad. En als mensen in de chat niet kunnen raden dat er is, dan weet ik niet of ze het waard zijn om zo'n beest voor de beest te doen. Kom, ja. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk beestjes te krijgen. Meer dan 4 lukt er niet. Goed. Als mensen, tot zo. Tot zo. Shout out to Marten. Yeah man. Lekker joh. Wonders te zijn. Wonders? De podcast versie, dan hebben we het moment gewoon niet meer gehad. Kunnen we even een take doen en nog een keer? Hey! Nou, ik ben er zo benieuwd. Wat zou je niet van die Pokéballs nu bij de hand hebt? Dat is die grote blauwe van je. Ja, dit is te groot. Die is voor jou, ja. Oh, die is voor jou, man. Zo, laat ze hier gewoon hier liggen, wat pas. Fuck, het is gewoon hier. Laat ze het gewoon hier. Jezus, man. Zo, Nou, wat een waardering weer. Ja, dat is allemaal een moeite. Boah. Zullen we beginnen? Oké, dan. Dat was nog heel erg happy. Dat zou ik niet aankomen, sorry Bas. You want happy? Ja, mijn Duitsland is net een waar. Die gebruik ik nooit. Je zit dus nu in een stukje strijdchaos. In principe gaan we nu met een stukje wounds werken. En dan blies je 1 HD als je geraakt wordt. 1 HD? Oké. Oftewel als je bijvoorbeeld je hebt 5D8 HP, dan heb je 4D8, 3D8, 2D8, 1D8 en bij 0 ben je uit. Okay. Oh, wow, dat was snel. Nog een keer. Dus, je bent 5 keer geraakt, hoor. Ik ben even met die smaak. Ik ben 5 keer geraakt, oké? Okay? Ja. En 1 beurt. Ja. Dus ook de damage rolls hoeven niet zoveel meer. Want dan kun je nu een beetje welke attacks wijze tijd als speciaal speelt. Jouw weer gewoon sneak attack doet dus meer. Ja. Dus dan kan ik mijn hoofd ga ik met die wounds hier op die manier ook werken. Oké. Okay. Maar als je damage krijgt, heb je 1 weer 5 punten kwijt. Ja. Dus 5 rondjes kunnen dan kleuren ze elke keer. Ja. Wat doe je nou? Die handboek staat op die manier inderdaad. Ja. Met die goede geluidje weg. Dus iedere keer als iemand mij aanvalt, 5 rondjes tekenen en dan iedere keer damage in rondjes. Nee, in totaal. Ja, ja, 5. Wacht, heb je een avonturenhandboekje? Krijgen wij nog een extra rondje vanwege de temporary headphones? Oh. Ja, is goed. Ja, vind ik goed. Nice. Dus 6 nu? Heb ik 6 rondjes? Ja, en als je geraakt wordt, gaat er 1 rondje vanaf. Heb je 0 rondjes, ben je bewusteloos. Dus ik moet roepen, ik ben bewusteloos. Ja. Je wordt verdwenen, poel in het scheidgewas en dan ben je een van de leken op de kop. Oké. Okay. Ik heb de 18 gedaan. 9 met de inspiration. Oké. Okay. Damn. Oh, jij bent gewoon level 8? Ik ben level 8, ja. Yeah. Yeah. Ja. Damn. Kan ik de weinig fireball doen? Van Ball the guy. Oké. Okay. Dat is het enige wat ik moet eten. Ik zit nog steeds bij de dude achter de plek. Gaat die van geraakt dus, die daar is nu belangrijk. Wat zeg je? Je verneemt de 10 deel geraakt, en zo ja, dan krijg je de vijand 1 wound. Ja. Dat is, 17 ontstaken. Dat is voldoende. Oké. Je zit die nek, geen met, spring je bovenop, spring je eroverheen, bof, met die elleboog erop, wil je de Furry Bow gebruiken? Ja. Want dan mag je dus nog een keer dobbelen, en dan ga je dus voor de 2e wound. Hey. 16 ontstaken. Kijk. Damn, alle mogen erop. En je doe je hoofd af. Mag je laatste turbo's maken? 19 ontstaken. Dan is je oor weer onder op zijn andere schouderland. En dan ben je gewoon daar een beetje een plaag aan het etsen. Lekker zo. Ik wil graag een Scorching Ray doen. Dan kan ik meer mensen aanvallen. Waar ik weg probeer te maken na de achterkant van de linie. Dan wil ik een strijdcheck voor je paard. Wat zijn to break the line. Van het paard? Zij plus 3 zijn. 23. Natural 20. Heftig. Paard begint de boord te doen. Wat doe jij op zijn rug inmiddels? Ik ben op zijn rug. Ja, wat doe jij op zijn rug? Scorching Ray. Oké.
Oké, okay, gewoon op wie BT komt. Oh, iemand die weg staat om in de face. Dus om de paas een pad makkelijker te maken, is gewoon weer de tweede, derde, vierde af te schieten. Ja. Oké, okay, dus 3 verschillende attacks. 12. Onvoldoende. Oh, 18. Voldoende. 19. Voldoende. Dus, geef mij naar voren duwen. Je mag een paar, even een on-guard moment hebben. Eroverheen. Wanneer roze vuurballen eruit komen. Heel wat van die spellen die vonken eraf vliegen. Splatter op de in principe, waar je tante is niet te missen en ook het oog blijft. Echt gefocust op jou. Je ziet langs een paar schieter. Moet je erbij komen. Pak. Ja. Ik laat gewoon de combo doorgaan. Ik heb 8 leiden, Kangirl, White Ribbon. Mm-hmm. Dan mag je dat gaan maken voor wat meneer? Dat is een 17. Dat is voldoende. Ietsje grappled in een tweede pincer. Ik heb een tweede attack, maar dat beet je niet. Nee. Dus meer kan ik niet. Staat. Yay! Ja. Ja, ik kijk wie weer het best kan aanvallen wanneer ik ze eentje op zijn knieën zie, pak mijn frying pan en doe ik onder. Plonk! Wack! Maar ook weer advantage, hè? Of wil je dan toch die rol doen van charisma en deception tegen het? Bro, jullie vast maar. Veel. 20. Voldoende? De pan doet wel maar 1 die 4 nemen aan, hè? Het is een light hammer. Je hoeft geen damage doen, vriend. Het is een wound. Het is een wound. En geef me zelfs 2 wounds, ben je goed een stukje sneak attack erbij. Hey. Ik vind je al een wargaming idee niet, dan moet je gewoon even dingen gewoon loslaten, want die wil ik dan anders niet te doen. Dus, begin met deze unit, zou ik zeggen, deze troep wordt echt heel sterk uit je doen. Gewoon 3 katten is nu inmiddels nu neer. Zeker omdat ook de anderen nog meer aan het helpen zijn. Al die andere halflings wat op wel klap opvangen of wel aan het proberen. Maar toch wordt het weer een beetje aan te vallen. En weer af te gooien. Er is dan die volgorde. Een 20 om. Dat is dan. Even die klauwen. Auw. Heb je 1 wound te staan. Ja. De temporary hitpoint van Inspiring Leader is en die. Auw. Mm-hmm. En dan denk ik beter af te gooien. Athletics tegen Acrobatics. Jezus. Ik hoop je slecht gooit. Anders heb ik geen kans. 18. Ik heb een 2. Ik heb geen plus 17 bonus. I'm gonna not gonna make it. Dus geef het met, even bij je verduizend zien, misschien kan je dit te komen. Wat? Denk je honden toe? Valt half bij er vanaf. Ja, lang leven stek je vingers voor rokkelen. En terug omhoog. Wie is dat daar? Oké, eerst steek met de mes. Anders 21 en 24. Allebei raak. Oké, 2 wounds. Ja. Dus geef het met je langs gaan. Dus geef het met eentje was een zwaard mis in zijn dook. God, wie bovenbeen steekt. Bloed begint te stromen. En je bloed is. Bloed. Het bubbelt een beetje. Oeh. Gewoon het kokend heet. Oeh. Babbelen. Wow. Nou. Voel ik ook dat het kokend heet is. Voor jou is het normaal. Yeah. Maar je dat de andere die wat langzaam. Oh, fuck! Yeah. Super ongelukkig zijn. Bloed. 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 Dan wordt Pokémon aangevallen en de trainer weer. Okay. Grap is veilig. Mooi. Ja, ik kan 3 gedobbeld voor niet kloken. Oh nee, ik kan het niet gebruiken. Of nu dobbelen, dus dat was dus niet. Is je paard ook eigenlijk facts of shit? Nee. Een 17 op de trainer. Ja, dus moet ik even opzoeken. En dan wordt gekeken om jou nog aan te vallen en met een 20 totaal. Dat is raar. Oké, okay, we zijn goed op weg. Ik geef weer gewoon zo'n zware laars. Vol achterin je hier. Ja, terwijl je echt weer te duiken. Eens even kijken. Zie je wel eens ook tot er zo'n grote boy zich probeert te voegen bij de unit die jullie nu zijn. En ook aan de zijkant een paar bij jullie aansluiten en een eigen unit verlaten. Om gewoon te zorgen dat die lijn een beetje actief blijft. Abductions is er vanuit het oog weer wat slieren naar onder te kunnen komen. Met weer een heleboel krijgers erbij. Sommige groot, sommige klein. Ik denk hoe de rest van de strijd gaat. Babbelen, babbelen.
Oh, Pokémon Go toch? Nee, Switch. Een Switch van mij. Goed. Weet dat dan? Geen moment ook vanuit de commandanten in het Elvish, voor degenen die ook Elvish spreken, ja. Dat ze vooral aan de linkerkant een hevige verlies worden geleden. Oké. Okay. Ik ga naar de slaan. Dat is een 23 van zaken. Hartstikke goed. Natural 20 van zaken. Nee, dubbele wound. Is hij niet kapot nu dood? Was dat niet 5? Oh, hij heeft waarschijnlijk meer dan 5. En 1, 16 ontstaken. Nee, dat is ook voldoende. Dus weer een soort bloos. Mm-hmm. Hoeveel keypoints heb je nog bijna nu erin gebrand nu? Nee, ik heb nu nog 2 keypoints over. Ik had natural 20. Was dat niet 2 wounds dan? Ja. Ah, oké. Okay. Op een gegeven moment, je zit, dat is om die dekking heen te draaien, zal ik maar zeggen. En dit werkt, want op een gegeven moment zie je zoveel klappen krijgen, dat hij daar een knieën onder zakt. En op een gegeven moment op een ander zeggen, ja, en ook daar eindelijk de kans om een keer te steken boven zijn buik, of boven zijn benen, zal ik maar zeggen, om echt schade te doen. En samen gaat hij neer. Yay. En je geeft hem uitroepen, telt al zijn! Dus één grote is uitgeschakeld. Hoeveel nog te gaan? Je ziet, terwijl je daar onder toe zakt, zie je nog 3-4 van die grote rondbanjeren. En nog zeker 6-7 van die squadrons aan. Ja, terwijl dat die onder het gaan is, gebruik ik mijn movement om naar de volgende toe te hoppen over de hoofden van. Nou, naar links toe of wil je naar hun toe, naar rechts? Naar links. Ja, precies, waar die. Waar de pijn begint te liggen. Mooi, ik ben die kant op. Mag je dadelijk een Inspiration Die gebruiken? Dat is gewoon nog een keer extra van het, toch? Dan mag je een D6 toevoegen aan je attack roll. Oké. Okay. Mithanda. Ik wil even kijken naar de linkerplank, hoe het daaruit ziet. Heftig. Je ziet dus sommige van de satyr armors daar gewoon de helft van hun krijgers al kwijt zijn. En echt tot die vijanden steeds meer naar voren toe beginnen te duwen. Oké. Okay. Dan wil ik graag een fireball die kan opschieten. Oké. Okay. En proberen zo min mogelijk van mijn troepen te raken natuurlijk. Proberen. Dan niet de... Niet de dader. Terwijl je erop in gaat, zie je zo'n roze lichtje langs gaan. Ja, wat is vandaag gebeurd? Ik geef me zie je voor je. Echt warm, haar vliegt naar achter. Op waar ik op af en toe was. Ja, iets verder door weliswaar. Ah, oké. Okay. Als je geeft me een heleboel van die krijgers op de grond liggen, nog zwart geblaken zijn ze van tevoren waren. Sommigen gewoon een deel missen. En stinkt echt ontzettend. Bacon. Oh. En verder zie ik mijn paard verder. Strength check. Strength check. Bier. Je paard komt niet verder. Terwijl je afgeleid bent, ga door. En je paard gaat maar door. Je ziet echt goed dat er vier schilden iets in verschap gezet hebben. Erg goed aan het duwen zijn. Okay. Ik ga lekker door. Mappen. En dan wil ik als Hank zelf kijken of ik de manschappen er om mij heen een beetje kan aanmoedigen. Om als één, ik zeg, ga als één lijn naar voren. Allemaal die aanval tegelijkertijd bundelen tot een soort... Bundel. Eén straal. Best slim. Ik kan wel naar de andere kant gaan. Maar... Ja. En ik laat Ken Girl boven. Dat is een 9. Dit geeft dat je over een schild in gaat met die klauwen. En dat hij op dat schild zich vastgezet heeft. En dat hij hem niet heeft losgegeven. Die andere kant gewoon nu twee man die dat ding even vasthouden om niet meegetrokken te worden. Oh, Balken Girl! Papatapam. Ja, hetzelfde.
Ik heb C4. Heftig. Gaat langs, je hebt toch last van je been. Ik kom er langs zitten naar je kijkt. Oh shit, gaat dat naar achter toe. Maar weet geen krap te landen op weg naar onder toe. Nou. Nog geen tekst, je hebt geen tekst gemaakt dit keer. Dus we gaan naar de volgende. Nee, dat was gewoon mijn normale movement. Van ja, precies. Deze. Maar je hebt van nieuw, waar je mee knokken was, die is neer. Ja. Dus die wil geen attack terug doen. En nu ga je naar de volgende toe. Dus daar heb je een attack en dan heb je geen attack terug. Ja. Ja. Nou, paard van Mithantar wordt teruggeduwd. Mag je dus een strength check maken voor je paard? Of niet goed terug dat in de limies? 19. Je doet zo veel naar voren toe. En je gaat twee stappen achter tot je met twee stappen extra naar voren toe gaat. Je paard heeft daar geen zin in, van ik weet niet aan op. Wat ze? Ik wil graven. Dan denk je paard verliest ook 1 hit die. Hoeveel heeft er? 3 als goed is. 3? Nee. Ik vermaak mijn correctie, ik ga paard 3 die 8. Maar 3. Dus gaat hard. De krab krijgt 2 klappen. En met de healing spirit krijg je 1 terug, dus je hebt 1 moed uiteindelijk. Wat is de raken? Een 19 en een 20. Oh, oké, dat is waar. Ik heb 18 AC als klap. Hopelijk krijgt hij ook een 7 klap. 1 klap, oké. Okay. Ja, want de healing spirit doet de rest voor jou om dat terug te pakken. Chill. Healing spirit. Papadam. Dan gaan we naar jou toe. Yes. 24 om te raken. Want. Puur angstvoepjes. Ja. Min 1 HD. Hoppa. Kun je het helpen? Ja, uncanny dodge. Niet verwoed. Je bedoelt ook steeds max damage, hè? Aardappel deluxe, wat ga je doen? Yes. Onder mijn naam is het onder. Ben ik aangekomen bij de volgende pikken? Beacon. Dan heb ik net gezien hoe handig het was anderen ook konden steken. Dus ik wil hem graag neerhalen in plaats van bovenop hem gaan staan. Dus ik ga... Dus, je bent niet bij een groot, je bent nu gewoon in een strijdgewoel. Oh, oké. Okay. Als je 2 keer naar voren gaat, dan kom je bij één groot uit. Dan gebruik ik mijn actie om te dashen. Naar de volgende grootte. Dus je gaat je echt gewoon er doorheen overlangs. Zoveel mogelijk, ja, friend and foe. Schild omhoog, dank je. En weer door. En dan geef ik dus met en dan kom je bij weer zijn tweede grote terecht. Denk aan Inspiration per altijd. De? Inspiration per David. Hoe ziet de linkervlak eruit? Weer een beetje terugduwend van mijn kant uit. Het is een beetje gelijk nu, voor nu. Er zijn pas 6 seconden bij, dan zie je nog geen hele grote verschillen. Dat zijn meestal heavy fireballs ook nodig om dat soort verschillen te maken. Is er ergens een vlammetje nog gebleven op de grond of op enemies of zo? Wat bedoel je? Ja, staat er iemand in de fik? Een paar smuldende lijken inmiddels, maar... Okay. Niet echt een vlammetje. Nee, ja. Dan, pak ik mijn decanter of Endless Water. Okay. En schiet ik hem af met geyser op de schildmuur. Oké, mag je een shine check maken met een wand, alsjeblieft? Yeah. Het was alleen. Voor mij of voor het paard? Voor je paard. Voor mijn paard. Ja, die doet erin. Dan 23. Ja, want je maakt dat een paard duwt er naar voren toe om die linie te breken. Dat is waar. En dat lukt, je komt achter de strijdgoes uit. Dan was hij niet langzaam ogen met zijn grote, dat die kan nog gebulderd komt. Okay, kom niet meer bij af. Een cave troll. Okay. Maar dit was mijn actie, denk ik, hè, die geyser. Ja. Ja. Dan hoeven we naar voren te bashen, dus you're good. Hak. Ik blijf lekker doorgaan met Kangirl. 19 om te raken. En voldoende. Nice. Blijf aanmoedigen. Ik laat ook nog wel Rausablub. Ook nog wel andere mensen healen. Mocht dat nodig zijn, want Kangirl gaat op zich nog best wel goed.
Oké, oké. Nope. Terwijl de krap turbulent die is, ja, oh, oh, toch meer honger dan gedacht. Als met een vals krijg ze niet graag. Wel, wel op zijn Sam's. Ja, straks bij de killing blow dan van de zin. Ja. Kill stealer. Eens kijken, er gaan een paar zwaarden op jouw krap af. Oké. En ik heb een 17. Nope. Super netjes. Een 23. Ja. En een 5. Eentje, het. Dus, hoe wil je zeggen, komt het gewoon weer terug, dus de krab blijft best goed houden dankzij het spel. Is nog geen surimi. Oh, dus ik verlies geen hit daar. Oh, nice. Hey. Ik stel dus business regeneration in dit geval voor. Ja, super chill. Dan ging ik, ook dat moet je een stuk simplificeren als ik het geen zin in zo'n oorlogsding, dus. Wordt alleen heel druk, heel verwarrend. Gras en water, toch een goede combinatie. Soms wel. En ook jij kreeg je vriend knoppen terug dit keer. Moet een pak echt wegrollen, maar mentaal niet om te raken. You good. They don't hit me, I hit them. Nu komt je groot richting de gandar. En probeer je waar je paard op te flikken. Strength check van Mithrandar. Mithrandar? Wow. Die durft. Een 2. Ja, ik heb een 19. Oh, misschien heb ik aangeraakt op een gegeven moment. Een door! Geen moment krijg je die, zo'n klauw vol je pants. Wow, vlieg je naar achteren toe bij je paard af. Giet. Ja. Eet het er dan. Ja. Rough landing. Paard? Nee, voor jou. Oké, paard heeft niks. Nee. Oké. Je was snel genoeg, ze hoeft niet meer in te trekken, is de schild. Nou, start er weer. Je bent bij die rode meer. Ja, ik wil niet omhoog klimmen, wat ik net gedaan heb, maar ik wil graag achter zijn knieholtje gaan staan. En dan ga ik gewoon weer. Dan ga ik eerst even. Ik ga gewoon unarmed strike. En dan ga ik in zijn knieholtes slaan. Zodat hij hopelijk buckelt. Nou, dan zeg ik gewoon kijken of ik mijn knie krijg om laag te krijgen voor de rest van de toer. Ja. Dus dat, oef, dat is een 12 om te raken. Dat is onvoldoende. No, dus daar is een klik. Precies. Oh, 118. Ja, want dat was een bot. Je snapt nu wel een beetje waarom de rest blijft in de onderkeertje niet om te stellen. Kan ik steeds bonus actie doen? Dat was... Ja. Ja, ik heb actie gewoon gedaan. Maar je ja, ik ben heel koppig, dus ik ga gewoon nu Flurry of Blows doen. Oké, vierde. Ik doe een tweede attack toch? Wat zeg je? Ik doe een tweede attack toch? Hoezo? Altijd. Oh ja, ik heb altijd een tweede attack. Is dat een Mac Flurry of Blows? Godsamme, dat ben ik de hele tijd vergeten. Het staat ook super klein. Nou, dat is ook niet raak, dat is een 13. Dat is een bekend principe, tweede attack, vergeet de beurt bij aan deze tafel, toch? Geen idee, ik heb geen tweede attack. Ik ben er niemand van. Nee, ik heb nooit twee attacks. Dat is een 13 raken? Ik ook niet. Nee. Ook niet. Maar wel waar. Jammer. Met schot er tegenaan, nope. Yep, en ik heb nog één keypoint over. Keypoint. Oh, oké. Okay. Dat was hem. Dat was hem. Mithrandar. Hij, niet heel leuk. Laten we het gaan doen. Ik doe een firebolt op de gast wat voor me staat. Oké. Okay. Die grote. Wat zeg je? Die grote dus. Ja, ja, ja. Een dirty 20 om te raken. Is voldoende. In het idee van die big boy. En dan kan mijn paard ook nog hem aanvallen, zo toevallig. Nee. Ah. Waarom niet? Dank zo, chef. Oh, sad. Jouw weer extra duidelijk, dus dat hielp. Fuck. Kangirl! En 22. Is voldoende. Nice. That's it. Okay. Come on! Fuck him! Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, fuck that down. Let's be honest. Kangirl, what you get? 22. Is ook voldoende. En geen moment is deze unit echt uitgedund naar 2-3 man, zeg maar, en die groot die langskomt, die wat ze erin behoeft. Dus dat is nu degene wat voor de nieuwe jullie twee staat, waarom het dan verder is bij de volgende big boy. Okay. En tot onze Meinaard ergens anders een ass hoepen is en punten verzamelen. Ik mag voor mijn bonus actie een perception check doen. To spot a hidden creature object. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar iets wat me opvalt.
Dus wat eigenlijk hidden is voor de plain eye? Kost gewoon 18. Boeie boeie. De strijd hoort verder. Ik geef me zien dat er bij jullie wat meer gelijk aan krachten wordt verloren, zou ik maar zeggen. En er bij één eigenlijk een paar punten doorgebroken begint te worden. Oh. Dus ze geven een paar plekken waar, ja, na het val bij de grote weg, zou je deze weg zo echt naar boven kunnen pushen. En daar lijkt een beetje jullie kant te staan. Dat ik wat dit ook komt, zijn nog meer krijgers. Kors. En niet een paar meer. Bij een verdubbeling van het aantal krijgers lijken nu erin te komen. En we hebben het nu ook over heel andere wezens. Een paar ook van hele raar krapachtige, waar je rechtop staat zonder vier armen. Wat hebben die grote klauwen, die echt op meer kevers lijken aan het einde van de rit. Ook allemaal met een goed deel paarse delen van een harnas geverfd, zal ik maar zeggen. Dus een groot hoop, maar kwakverf tegenaan. En gaan we het diep aan. Insectibus. Die heb ik nog niet. Precies dat, ja. Een heleboel zelfs. Ik heb geen Dolby. Nee, ik heb geen Dolby. Iedereen heeft een Dolby. Nee, Hak heeft geen Pieter Dolby. Pieter kan. Ja, Hak had vroeger een freebutter. Ja. Maar Hak heeft nooit een Dolby gehad. Of een Dolby. En zip kijk. Oh, het Dolby wel gehad. Wat je op een gegeven moment ook hoort, gelukkig. Terwijl dat er komt, je ziet echt een deel van je mensen zeggen: oh kut, dat gaan we nooit redden. Wacht even, het gaat nooit goed komen. Het wil achter je ook horens klinken. Is het Amro? Wie heeft een best perception van 15 naar voren? Nee. Ik heb. Daarachter is iemand die, omdat je wat achter aan je site voelt, zeg je achter. En daar openen zich ook vier portalen, lijkt het wel. Vier ronde kringen. Die echt door een paar stenen die wat aan elkaar gelust lijken zijn, met een of andere. Ja, een blauw-rode stroom lijkt al die erdoor. Ik heb ervan gehoord. Gaat. Doom you! Nee. Those are not awkward. Goed hoor, 18. En dat zijn vier geestenbeelden die verschijnen. Met elk een ander terrein lijkt het wel. Eentje lijkt een soort van woestijn geestenbeeld. En er verschijnen orken. En niet een paar, maar ze zijn vol bloed. Sterk groen tot bruinachtig van kleur. Maar ook niet zo wild en zo monsterig als jullie hier, zou ik zeggen, tegen zijn gekomen, normaal gesproken. Ook die tegenstanders zijn een stuk meer. Savage, zou ik maar zeggen. Veel wilder van aard lijkt het wel. Maar ze hebben ook een hele vreemde uitrusting. Die je niet kunt plaatsen, hoe dan ook. Niet het verhaal wat je gehoord hebt. Niet uit ja, wat je ooit gezien hebt. Zelfs hier in kampementen niet. Waarover we ook vol zijn vriendenkrijgers. Geen flauw idee. Een andere komt in een soort van dal met allemaal waterstromen en een paar kleine heuvels. Komen alle partijen met lange oren aangewandeld. Een heleboel elven. Niet zozeer het zwaar als Mithrand daar is. Maar wel echt gewoon elven krijgers met hele lichte uitrusting. Deel ook zwevend op boven de grond. Work. Geef eens een ijzig landschap met bergen. En je ziet een aantal dwergen naar voren toe. Ja. Die rennen komen. Honderd paar dwergen die rijden op beren. Riamo. En zie je ook gewoon mensen uit een graslandschap komen. Maar allemaal ook uitrusting aan die je niet kunt plaatsen. Dan dat doen. Het lijkt gewoon echt uitheemd, zal ik maar zeggen. En ook dat de goede wie ook gewoon gereisd heeft en ook al heel veel tegengekomen is, is dit echt wereldvreemd bijna. Zien ze er moedig uit? Ik kan niks zeggen. Hebben ze heel veel moed? Ik denk dat ze heel veel moed hebben. Maar sommigen hebben misschien ook moed op. Of doom. Ze komen uit een doom. Ja, jij hebt het. Je weet het niet waarbij ze momenteel horen. Ze zien dat ze achter jullie naar jullie krijgers toe gaan rennen zijn. Oké. Okay. Captain Badass. Yes. Ik wist niet dat dit een double battle was. Eenzijdig, ja. ik ga... Hey, het werkt nog niet. Ogenblik. Ik ga... Nee. Unarmed strike doen. Wij als knie holt en dus merk ik hopelijk een beetje beter. Dat is een 21 van zaken. Kijk. Geef ze een paar van tussen spieren en denk van. Erin. Mijn vingers moet. Ja, super. Daar maakt mij niet uit. Super damage.
Je ziet dus gewoon ondergaan. Je ziet bij mensen, ja, zie je wel. En beginnen ook te kijken wat ze kunnen raken. Pak die korte armpjes bij zijn ribben hier. Ja, maar eentje vast. En zo met die vinger, over die vingers aan. Ziet er best grappig uit. De VN vindt ons minder chill. Wie gaat daar? Of het was een andere tijdje trouwens. Je hebt ook één keeper nodig, toch? Ja, maar die ga ik nog heel even bewaren. En ik heb geen andere bonus dingen die ik zonder keypoints kan doen. Oké. Okay. Dus we hebben. Wie gaat daar? Ik wil op een paard springen. Mm-hmm. En dan ga ik wegrijden van de big guy. En dan doe ik een fireball op het oog. Je rent naar voren toe. Ja. Weet je, als je daar tegen, dan zijn die paar regels tussenin staan. Je moet echt nog verder voor bij het oog bent. Oh, je dacht dat ik achter de linie er was. Nee, echt een stukje verder om. Maar dat was in ieder geval, zodat geen trein, dus kon meters maken. Oké, okay. Nou dan ga ik meters maken. Oké, okay, dus je begint gewoon een beetje omlopend om te kijken of je achter de linies kunt komen. Ik ben zojuist vergeten, Rick, dat ik 2 attacks heb. Ja. Dat vind ik zo raar. Dat is een natural 20. En dan... Wat zeg je? Een natural 20. Dat is wat en dan staat er nog als bonusactie nog een unarmed strike. Zonder keypoint in te leveren. Ja, dat is een bonusactie, die je ook unarmed strike. Ja, hè? Klopt, voor een derde... Ja. Je kunt altijd gratis 3 aanvallen doen, ja. Of 4 van keypoint. Dat is... 1, 18 plus dingen. 18 plus 6, 24 getraakt. Oh, oké, okay. Ook voldoende. Dus ik ga gewoon zo 3 keer precies op dezelfde plek. Nou, we zeggen gewoon. Oh, dat werkt daar. Pap, pap. Mijn roodstablub is dan inmiddels al verdwenen. Ik heb genoeg geheeld. Dus ik summon hem nog een keer. Roodstablub, ik kies jou. Genees onze krachten. En dan laat ik. Kangaroo wil lekker nog steeds aanvallen. Met een 21 om te raken. Oké, dat is voldoende. Beetje achtbaan naar achter kijken, hopelijk staan die aan onze kant. Negatief plus 5 is 24 om te raken. Oké, okay. En daarom worden op zich deze linie opgeschoond. De unit wat daar stond is nu weg. Hey. Doordat de metranten al verder aan het rennen is, doordat hij erin gebogen is, hebben gewoon in principe gezorgd dat niks hem achtervolgen kan. Klopt. Ja. Maar je metranten is momenteel uitzicht, dat is minder chill, maar dat mag niet. Goed bezig, Cam! Dat gezegd hebbende, ja, dan gaan we terug naar de legers toe. Kevin heeft een inzinking. Even overloaden, even verzamelen en daar verder. Die krijgers beginnen naar voren toe te rennen, ook vanuit die portalen. En het zijn geen hele grote legers, maar dat is zeker echt wel een sizable force, wat als ze tegen jullie zijn, gewoon een of jullie betekent. Op een gegeven moment is er eentje die wat naast de magier staat. En op een gegeven moment hoor je stemmen over het veld heen donderen. Wij kennen de bedreiging. We zijn er om te helpen op last van de Magi. En geen precies ze aankomen rennen. Hij ziet die dwergen en die ogen echt een soort van race hebben wie het eerste erbij komt. Geen precies ook echt ook kabaal maken onderweg, puur intimideren en gaan. Als ze ook, dus jullie die is ook een stuk verstevigen. Lijkt er wel op dat ze elkaar kennen dus, die vier facties. Ja. Okay. Ben je wel aan dezelfde kant te rennen? Allemaal mee te gaan. Een beetje zo... sportieve strijd onderling. Hoop ik wel. Ja. Oké. Okay. Cool. Of echt een killcoat en dan de zwart afmaken, kan ook nog. Maar voor nu in ieder geval, nu is het wel de kant op. Oké. Nou, met de hulptroepen beginnen de vijandelijke linies echt wel te leiden. Sterker nog, de beest jij bij staat. Geen met de beest zie je kijken. En dus even kijken wat gebeurt er allemaal. Jij knalt hem tegen de grond op zijn knieën en geef hem echt gewoon één spel te kussen. Iedereen denkt, hij let even niet op, hij is even unguarded, geen klauwen die ons aanvallen. Yeah. Met z'n allen aan het stabben. En op een gegeven moment, of dat je half door je onderbeen meegenomen naar boven toe, sta je op zijn rug. Nice. En diezelfde plek, dezelfde iemand erachter, dat is niet dat al zijn! Schermen leeft er door, iemand doet het best goed.
Dan ben jij weer. Top. Dan gaan we. Oh nee, hij is nu neer, hè? Ja. Hij is niet kapot. Ik ga hem toch gewoon met rust laten. Terwijl hij neergaat, spring ik, klim ik zijn rug op, zo hoog mogelijk. En ik ga over de hoofden richting hun terug. Weer met een volle movement? Ja, alles erop en eraan. Okay. Wat ik hopelijk deel kan nemen aan de speerpunt. Ja, terwijl je naartoe gaat, je hebt inderdaad de elfenlegers, de menselijke legers, de orkes en de dwergenlegers die in de weg gekomen zijn. En je was nu bij de elfen, je komt nu tot net voorbij de humans. Maar dan kom ik er mee, ik vanuit het oog, dus het is echt van, oh, hier komt daar een verzameling binnen. Kijk je aan, maar die wordt druk. Ja. Zeker dat twee grote boys ook aan komen en denk ik, ook even inderdaad. Het gaat best goed, dus waarom niet? Mithrandar. I show the meaning of haste. Ik ren verder totdat ik dicht genoeg tot bij ben. Oké, met haste en de meters kom je in principe onder het oog. Hey, kan ik nu een fireball doen dan? Met die second action, als het goed is wel. Second action? Van de haste. Nee. Nee, wacht. Je wil niet haste, de spel haste, toch? Nee. Oh, dat je het spel haste ging, sorry. Nee. I just show the meaning of haste. Oh nee, dan kom met je dash. Kom je net niet aan, maar de volgende beurt bijna wel. Met een smetschot. Oké, okay. Zijn er nog mensen om mij heen of zo? Want je zegt een paar mensen die om het draaien zijn en eigenlijk achter je aan begint te rennen. Oké, okay, ik doe gewoon even zo fireball daar. Gewoon een beetje fireballs. Okay, eentje, want dat is mijn beurt. Je hebt een skin gebeurd, hè? Ja, weet ik. Maar okay. Ik wou niet. Het is gewoon een beetje. Een paar mensen die omdraaien. En op een gegeven moment is iemand roepen. En op een gegeven moment is even op laten, die is mensen het rond. Zo op een gegeven moment. Yeah. Om. Ja, het mooie van Mick. Oh! Ik heb wel de naam, oké. Okay. Ze heeft de naam van de palen zoeken. Oh. Ja, Axel Shen. Nee. Ja, dat zei hij. Ja. Shadowfax, ja. Fuck. Ja, Axel Shen. Mm-hmm. Shadowfax, ja. Dat is wat ik net ook weet. Hoppakee. Ik ga beginnen te happen. Hey, Ken Girl. Dat is het. Ik ga door. Nooit opgeven. Zo wonder. Ik heb 2-2. Oh man. The dice have left you. Vandaag dan. Oh nee, als je 1 hebt. Heb je 1 over de hoofd? Oké. Ja, die avond. Je komt minder strijdgevoel terecht. Mm-hmm. Hele krappe bleekje te ontwijken, maar één next turn niet. Oh. Twee hits eraf. Auwe. Als je bij het gaan ontwijken, je geeft achter je beetje zo'n mes. Achter je rug. Net als een schouderblad. Oh god, ja. Damn. 15 soorten pijn en vloeken in alle talen die je hebt. Zijn er. Kom. Oké. Okay. Dan gewoon een hele lange tirade aan schelden. Ja, de Mithrandar. Tot aangevallen of niet? Ja, zo is wel. We zeggen, ik wil best nog een beurt doen hoor. Door je schot is er eentje wat je weet raken, maar is wel een 16 om te raken. Mis. Shield. Jazeker. Ja, achteraan is push-ups. Woe, shield. En weer zo'n roze shield. Dat is een bubbel van meer heel kort. En met een mes. Ja, het breekt af. Bij jou komt nu zo'n grote aangebanjerd, die wat jouw krap begint te vermonstelen. De laagste was in 22 om te raken. Ja, dat zijn raak. Dus je hebt 2 wounds erbij. Maar dan eentje nog vanwege de... Ja. Oké. Okay. We gaan nu de regeneration. Top. Dus dat gebeurt. Nee, Ken Girl! En trainer wordt ook 2 keer aangevallen. Ja. Maar allebei heftig mis. Mooi. Wonder met 1 dus. Hey. Ja, mijn man met 1 metal. Dat is veel wel als je ons getal goed krijgt. Ja. Nee. Nog eentje om jou te raken. Dus ook jij weet toch wel ontwijken waar je aan het wegduiken bent. Captain Maddis, je bent redelijk omsingeld nou. Soms vragen ze ook welke zwemdiploma's ik heb. Zo goed kan ik wegduiken. Hoezo? Oké. Ik wil graag, als het even kan,
Iemand. Ja, staat het zo wel eens een grootje? Ja, ik heb het eigenlijk aangerend, dus misschien kunnen we tegemoet rennen als je wilt. Top. Ja, ik slide onder zijn benen door, draai me om en map weer in zijn knieholte, want dat lukt net goed. Ik heb net geopend, kijk wat het gaat. Ja, yep, dat is een 20 om te raken. En een 17 om te raken. Ja, terug. Eerst was het hoeveel? 20. Allebei voldoende. Een dirty time. En dan gebruik ik start de wind. Kom de laatste key points. Even kijken, you can spend one key point to take the disengage or dash action. En dan kan je dus disengage. En je jump distance is doubled. Dus kan dan disengage en dan wegspringen? Nee, dat zou alleen bij dash zijn, toch? Disengage is ook wel heel erg lastig als ik omringd ben. Maar dash is. Daar heb ik niks aan te worden, dat is nog aan. Leef bij je tubel dan wel. Dus op dit moment zou je het strekken kunnen verlaten. Mm-hmm. En gewoon weer terug kunnen komen. Is er ergens in de buurt waar het niet helemaal vol met volk staat? Ja, als je verder weer terug gaat naar waar je vandaan komt, zou ik zeggen, naar de linkerkant. Daar waren al wat krijgers in de boel weg. Vooral nu het leeg naar komen, dan zou je je breather kunnen pakken als je wil. Ja, dat doe ik dat wel. Ik heb een. Maar een. En begint kop rollen, duikt even weg, maakt een paar meters, achter een hubbertje even. Oh, ah, maar het is super nat berucht. Het is geen zweet, super onveilig. Mithanta. I go to the eye and stab the eye? Stab in his eye. Stab the eye. Ga naar boven toe. Geef me zij eronder. Beetje zoals He-Man. Stap omhoog. Oef, maak je schot. Begin met die. Kijk even. Nou, je raakt het oog. Het is een dexterity van niks. Misschien zie je tot. Je raakt hem in het deel van het wit, zou ik maar zeggen, van de normale oogbal. Dat is hier een tint roze. Mm-hmm. Het lampje gaat er al naartoe. Je ziet dan al een beetje vernauwen. Maar nog voort die echt dicht gaat trekken om zich te beschermen. En dit veroorzaakt een schokgolf over het hele speelveld. Yeah. We zijn kilometers ver. En dan moet ik even constitution. Sorry, constitution check om te blijven staan. Voor iedereen? Ja. Ik ben een paard. Ja, dat is weer paard. Yo. Ik blijf niet staan. Ik wacht op. Check op de steeds. Een check. Een check. Oké. Ik heb 13 en een paard 14. Of andersom, mag je zelf weten. In ieder geval allebei te weinig. Oh. Maar jullie vier, hoe hadden jullie gronden aan, maar je bent niet de enige. Hank heeft een 12, de rest is blauw. Oké, okay, ook die tegen die grond op. Een paar grote blijven staan en de dwergen die aankomen zijn. Dat zegt de beter die is groot als blijven staan, maar een groot deel echt omgewaaid. Ja, feest. Dan eens kijken. Jij wordt aangevallen als je bent weggerend. Ben ik toch? Ja, inderdaad. Ja. Zo, ik moet even de turns weer bijpakken. Let's go, Kangirl! Dat is een 20, Jordy. Maar nog een Panzer! Tessa? Tessu, Tessa. Batata, Matisha. Ik ken het Marokkaans van Sarah. Batata. Logisch, Batata. 24. Ik ben geen we tweede groepje staat op. We beginnen nu zo even op de grond liggen. Gewoon met de aandacht nog boah, neerhalen. Die krap haalt bak gewoon die. Het klinkt niet. Het is gewoon met de volle krap. Gewoon die. Een slam attack. It was super effective. In ieder geval op de grond liggen, dus ouwe. Dus je neemt even bos een voordeel van de strijd, zou ik maar zeggen. En doen die dwergen ook ook. Sterker nog, een groot beest en het laatste legioen daarvan vallen gewoon onder. Gewoon de volle tramp van die beren onder andere. En die orks achteraan die gewoon zeggen, je hebt je opengelaten, prutsers. En gewoon met een heleboel speren, ook een paar dubbelzijdige wapens, gewoon er doorheen aan het maaien zijn. Die ook aangoed. Wat zeikerts. Doe even, nu ziet het rechts er heel goed uit. Links daarentegen. Jij ziet echt alleen maar een vijand op dit moment. Want daar eigenlijk bij jullie, er komt wel een nieuwe krijgs uit het oog, zou ik maar zeggen. Maar voor de rest is Buur eigenlijk gewoon heel erg goed neer aan het maaien. Eetje, meetje. Wat doe je? Ik
ben niet tactisch. Ik ben slang. Dus ik ga slaan. Nou, op wat ga je? Dan ga je dat je niet goed was juist. Is er iets interessants om me heen verder? Zeg maar, er zijn heel... Het is interessant om me heen, gewoon een en ander zooi. Ja, ik ga het weg mee, goed. Oké. Okay. 11 ontschaken? Nee. En 16 ontschaken? Ja. Ga terug bij twee eentje. Weer dezelfde plek, je was net op een zaal. Kwaar, gaan we naar onder toe. En geef eens die paar. Die komt op. Ze is weer terug. Of hij is weer terug. Zij. Hij. Zij. Ja. Boeien me niet. Bijna zij. Ja, oké. Okay. Even een andere naam. Dat. Dat is niet netjes. Precies dat. En ik hoor een paar gewoon je toegesteld om je te komen helpen. Ja, dat is inspiration als je eerst zo bijgooien. Heb ik al gedaan. Oh, je hebt wel bijgegooid. Oké, okay. En je zegt. Mithanda. I put another fireball in the face. Doe de vuurbal daarheen. In zijn face. Zo'n grote vuurbal, jongen. Zo'n grote vuurbal, jongen. Bam. Ja, dat. Nou, lager dan zeus. Yeah. Weer klaar met het ooglid. Hoe komt die schok op? Weer al nog eens een check. Ik lig op de grond. Maakt wel uit. Een ja, natural one. Mag je meer? Ah, ja. Deze zien van mij en een 2 voor het paard. Paard in het rap. Oké. Okay. Gewoon zo erg omhoog een lage. Goed, zou ik zeggen, gewoon een paar rots raken. Hoorde ik nu wel op paard af? Nee, nog niet onder je paard gelukkig, anders zijn we allebei niet kapot geweest. Oké, okay, nee. Ja, licht zo. De Aragorn is een probleem. Wel? Te laag. Aragorn. Ik heb hem licht. Limgi. Limigen. Ilmig. Ligemnis. Ilmig. Die allemaal, ja. Dat was een fireball. Pak. Momenteel. Weet ik. Er is een grote bij jou in de buurt en er komen nog. Nog een grote groep jouw kant op gerend. Er zijn er 2-3 scattered units. Ik weet niet dat het een linkerkant best begint te gaan, hè? Sorry? Ik weet niet dat een linkerflank niet goed gaat, dat weet ik niet, toch? Nee. Ja, dan blijf ik gewoon die grote boy van Meinaar zoeken mij, toch? Toch? Nee, Meinaar zit echt te ver in het linkerkant. Ah, oké. Dat is echt een hele andere. Maar het is echt heel erg niet big boy. Alle met Gangirl alle losse floortjes af te maken in de voorbereiding voor wat er komen gaat. De combo, oeh, is niet zo goed. 14. Dat is voor die groot iets voldoende. Oh nee. Toch niet het. Ja. Mooi. Keep it up. Dat is goed. Koud, die close zou ik maar zeggen. En even zo'n beetje een push zou ik maar zeggen. Voor het schema gewoon ondertrekt. Houdstand! Dus, so far so good. Step. Natural 20! Op wat eigenlijk? 19 en een soort. Op wat dan? Een balzaak, iets van de eerste. Ja, maar wat een naad. Je hebt zo mee rennen. Je hebt die, goed hoor, die punt zijn. Good boy. Oké, dan zien we die krap trek naar onder toe. Jij denkt, dat is een mooie positie. Ga dat toe en... Ja. You can kill no man. Probeer eens wel. Half een man. Doe dat en er komt echt van allerlei rotsen uit. En er kan best eten vergist zijn, een of andere lange slier, wat een beetje pulseert. Een beetje pulseert. Ja, een beetje bloed wat eruit komt. Een paar losse delen wat eruit begint te vallen. Dus echt... Probeer heel heroic te maken. En nou, het valt bijna op je, dus ik kan de C7 door. Yum, lekker. 11. Plus 5, 16. Geen mens komt omdoen. Hij begint echt in te storten op je. Hoe shit, en je rolt snel door. Echt, je ziet eruit. Ik doe even zo, mijn free drug shit. Van het laatste is het. Nee, ja, niet in mijn mond. En het smaakt verschrikkelijk. Paul wil eens fijn proeven, dit is echt... Your performance is plus 6. Jesus. En ik heb nul charisma.
chill. Why? Love it. Dus, so far so good in dat geval. En dan zijn er zijn een drietal man die wat zich om gaan bekommeren om dat kleine ding dat heel die grote weg had de hele tijd. Dat is te weinig, dat is veel te weinig. En dat is eentje raak op zijn minst. Hey. Not doing too good, friend. Maar jullie zijn helemaal niet in de weg. Als je gewoon een paar, half minuten af begint te rennen, die grote weer terug, zo'n andere grote komt erbij. En dan zit er achter, komen ze naar je toe gerend. Maar geen ze echt te denken van, die moet eraan. Die is gevaarlijk, die is vervelend, die moet weigeren. Eigenlijk wordt er een goed compliment. En de eerste kappen ze ontwijken is van, nee, losers. En daar denk ik, oké, wacht. Dit is oorlog. Of eerder. Auw. Maar op een gegeven moment is er een korte donkerpaarse wolk die er verschijnt. En dan komen een tweetal figuren uit. Ja. Eentje heeft een achterlijf dat op vier poten staat. Ontzettend gespierd, ja. Geen staart. Ja. Maar wel, waar je was, ik denk bij een paard dat een torso een totaal hoog is, zit daar een torso. Hij ziet tot het gegeven moment, denk ik, heeft een panzer, maar het zijn allemaal zwaarden en andere wapens die langs de zijkant te hangen. Okay. En die landt en die begint regelrecht de strijdgoed in te gaan. Okay. En met een snuit waar je denkt, holy shit. Okay. Friend en foe in de rechte lijn worden vertrampeld. Oké. Okay. Okay. Dus is een grote boy. Is een grote kerel, zou ik maar zeggen, die wat, zoals met zijn junior vijanden, redt die gewoon doorheen. En als we dan aan de achtervoor staan, begint hij zwaar uit te pakken. En echt gewoon als op een grasmaaier. Oké. Okay. Haalt hij twee units aan halflings weg. Well, that's a little bit of a problem, isn't it? En geef gewoon voor Ardek. En hij dondert echt naar voren toe. Ardek? Oh, nee! Gerda! Nee. Get uit diezelfde wolk komt nog een andere. Ja, ja. En dat is een welbekende van de vorige streams. Hey. Met staart dit keer nog. Radun? Nee. Wat een staart. Radur. Fumba. Ah, je moeder. Tom van Blee. Kus hem. Ik heb een klein wit bolletje. Deze kwam ik voor de vorige keer. Die had je de vorige keer ook gemist. Ah. Ja, nou, die zat in de glaskap. Was deze heel boos op jou, want je had hem een keer gekild. Dat was toch echt. Nou, laten we hopen dat het weer gebeurt. Fijn van beelden. Nee, dat is B-Max. Nou, die stond op dat steen plateau. Ah. Die had nog een beest eronder. Maar deze is een type die groot wordt neer te halen zijn, alleen is gewoon twee keer zo groot als die kerels. Vooral ook die pantsring met dat zwart en dat paars en die oranje punten. Yeah, boy. En op een gegeven moment die met twee benen omheen, om jou heen, is van... Jackpot. En geef ik zie alle vier armen. Hij staat nu boven mij. Ja. Oké. Okay. Dan wordt één aanval in de balls. En een 17 mil te raken. Into de balzak. Mocht. In de nuts. Dat mis. Doe weer een shield. Tip, of course. Pak je staf ervoor toe. En gelukkig... Zie je, die paas wil net op tijd komen voordat die arm er tegenaan barst. En zie je ook meteen barsten in je schild ontstaan. Oh jee. Oh nee. Je flikkert het oog nog een keer. No. En zie je geen moment dat er een heleboel krijgers van die vijandelijke krijgers. Allemaal een paar seconden om hun borstkas en om hun voorarm heen krijgen. Behalve degene rondom jou. Dat verschijnt er eventjes. En is binnen een meter of 10 van jou. Verdwijnt het ook meteen. Samen. Stap dan het aan trouwens. Daarom. Staat, daarom valt het weg. Oké. Oké. Dit is net voor je staf, tot daarop houden. Ja, nee, dat snap ik maar goed. Je hebt één begin op je staf, het heeft lang geduurd. Ja, En je gewoon de pijpje gevonden in Huffington en nu kom je steeds verder. Dus, dat eventjes. Dan hebben we nog gestrijd aan die kant. Ligt goed. Ja, gaan we naar het hak. Dan komen wat krijgers bij. Ze zijn ook gewoon vechten met de nieuwe legers die eraan komen. Dus allebei hoef je maar één attack te verwerken. Oké. Een 26 voor de kap. Dat is waar. Een 9 voor jou. Helaas. Dit is wel een hele fijne dobbelsteen. Je gaat echt van alle extremen doen. Ik heb nog geen enkele 10 gedobbeld of iets in de buurt ervan. Ik tel hem dan niet voor nog een charge van trouwens. Ja. In principe zie je dat jouw buddy echt... Geschopt wordt, geheeld wordt.
Voelt hij zich heel fijn? Nee. Maar hij blijft tenminste staan en actief. Dat was de laatste Rosablub trouwens. Zit niet weg. Oké. Okay. Nee, Rosablub, keer terug! Dus. Goed gevocht. Dat strijdgoel gaat door. Even kijken wat daar allemaal nog gebeurt. Rosablub. Een rare strijd, maar op een gegeven moment, jij ziet weer vijandelijke of vriendelijke troepen komen. Hey, terwijl je omringd wordt door enemies. Dat is altijd fijn. Dus het gaat echt verrassend, ben je verrassend blij mee eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Oh, dat tegen een aantal van de satirelegers zijn ook bijna niet te bekennen, zo uitgedund zijn ze inmiddels. Ja. Yeah. Dus daar gaat het wat minder goed. Oh, er zijn enemies zich bijna gedecimeerd worden deze beurt. Misschien dus heb je aan de linkerkant zie je wat vrienden krachten staan. Op een gegeven moment zie je een paar los satiers met die menselijke krachten daar omheen nog uitkomen. Alleen in het midden zit echt nog wel een hele sterke concentratie die ze echt heel goed weten te proberen tegen wat eraan komt. Dit aantal mensen wordt alweer heel erg ongelukkig worden van die paarse gloedjes op al die krijgers aan het begin aan het gaan is. Zowel die uit de tijd getrokken wezens als mede die, die nieuwe... ja, insecttype zal ik maar zeggen. Nu eigenlijk uit de kluiten gewassen. Ja, dankjewel dat je me gemaakt hebt, dank je. Dat is een fijne punt. Misschien is ook dat er een paar gewoon naar je toe gekomen. En dat sommigen ook echt naar je toe komen rennen. Geen met, gaan ze dus door die 10 meter barrière heen. En geen blijkt echt zo... En zo, what the hell? En daarna hebben ze in ieder geval geen extra aanval op deze punt. Hey. You have no power here, man. Kijken. Nou, ja, zeg het eens. Misschien moet ik iets slaan. Wat ga je slaan? Wat was ik net ook weer aan het slaan? Nou, die grote was er nog. Ja. Die was je in zijn knie wilde verwijzelen. Zag u er al een beetje gereageerd op de pijn? Of? Maar... Ja, deze heeft heftig veel pijn. Oh! Die heb je al, van de vier ik moeten... Ik dacht dat ik maar één keer geraakt had, toen ik toen. Oh nee, je bent een paar keer op beneden gegaan. Ah, dat is, ja, tuurlijk is dat. Je bent terug aan diezelfde. Goed, oké, dat is 16 om te raken. Dat is voldoende. Natural one. Oh man. Je hebt de knieholte, en op een gegeven moment is hij zit tweede klap erin. En hij valt naar achter je, zijn hand zit vast in zijn... Knieholte. In zijn knieholte, en hij valt naar achter toe. Eén moeite voor jou. Die telt toch, of niet? Zeker. Wat? Next one. Ja, de counter moet in naar voren doen inderdaad. Dan moet je bij mij ook nog dat eentje. Dat telt echt? Ah, de counter staat ik wel voor, maar... Flamblop. Dat is ook in. Ja, dat was bij de strength check. Okay. Dus je hebt 150 gekomen vandaag. Ik zou fijn om bijvoorbeeld op 50 even zo terugkomen. Dat is ook erin gehad. De counter. Wat? Flamblop. Laat ik even bij de beschouwing dat er te veel kleine individuele effecten in zitten. Zo moet er geen effect in. We doen het einde van de show, kom goed. 102. Ga ik hem daar zetten, niet? Nee, die kamer staat uit. Nee. Oh ja. Ja. Bas. Ja. De camera staat uit, Bas. Ja. Ik denk bij Rick vooraan. Nee. Oké, nog niet, hè? Bas. Ik heb met de map het gedaan, dan is het alleen maar gedoe. Bas. Oké. Dus. Dan kost tijd gewoon, jij bent de mappen, de ene is omgevallen, maar jij ligt eronder. Auw. Of je moet een actie hebben, of je moet daar geholpen worden om eruit te komen. Auw. Ik stel eronder, twee van die benen helpen onder het beest. Ik lig hier, iemand, je zit bij mijn vijanden. Niet jullie. Mithanta. Je staat een beetje een hele goede boy over je heen. Oké, die staat over mij heen. Ja. Dus ik heb rechts een been en links een been. Ja. Dus als ik naar boven kijk... Die is nuts. Die is nuts. Hoe ver zijn ze van mij vandaan? Zo. Meter of twee. Meter of twee. Hallo. Ik wil niemand bellen. Waarom zei je aan? Jesse de Ladder. Waarom zei je aan? Klik op. Je wilt de hulp inschakelen. Ja. Je wilt niet bellen. Twee meter van mij vandaan. De combo launch. Jammer. Anders dacht ik, spring omhoog en dan zo. Je moet er wel opstaan. Dus, wat zeg je? Je moet er wel opstaan. Hij moet nog opstaan. Jij? Oh, ik moet nog opstaan. Ik ben niet opgestaan of ook. Je bent gewoon weer in de grond bij je gaan vader gaan. Ja, dat is waar. Laat ik dat nu ook maar doen. Ik Dus Fire Jesus take 2 of wat? Ja. Precies. I have not been crucified yet. Ja, en voor de mensen denken, Fire Jesus, ja, er is een eerdere stream waar Mithanta naar een plein toe liep en zei, weet je wat ik omheen kan doen? Fireball.
Ja, nou dat doe ik nu weer. Ik doe een fireball op his nuts. Oké. Dan. Nou, dat is een heftig onvoldoende. Ja. Yeah. Op een gegeven moment is er een... Staat op, tik die grond op. En het rode vlammetje, het roze vlammetje gaat niet eens weg. Het is gewoon meteen... Boom, basje. En je past erachter dat... Vond hij absoluut niet grappig. Zijn er nog andere vijanden om mij heen? Niet zo zeer omdat ze gestopt waren bij de 10 meter van je. Van waar zijn die, waar gaan onze power naartoe? Oké. Okay. Dan doe ik nog even dit. Ultimate power. Hak. De grote boy is nu weg. Die hebben redelijk veel vrije speelveld. Nou, waar ga je naartoe? Ga je door, komt een nieuw vijand aan. Links nu van alles aan de hand. Rechts zijn nog een paar, maar je ziet ook die orks heen rennen en denk Als ik denk dat het wel goed zit aan deze kant, ga ik meer richting het midden. Oh, oké. Okay. En ik zeg, Kangar, what's your kip? Dit komt goed, we gaan het midden versterken. Ren naar het middelpunt. Op een gegeven moment komt die wat aangelopen. Met ze daar, met ze naartoe. Kijk, ik kan Kangar nog een klap geven, zo, dat iemand langs de weg of zo. Nee, langs eerst even iemand behalve je allies. Dus. Dan ga ik gewoon dashen naar het midden. Ja, dan kom je in ieder geval echt tussen de hele film. Kom je mee? Toos. Kaam. Kaam is Grumpiness. Is die in de buurt? Nee, die heb je helemaal niet meer gezien, joh. Oké. Je zegt het één grote ingaan, zich laten zien de twee andere grote ingaan. Zo best een bijna dat was. Kan het niet zo zijn. Ik roep terug naar... Hak. Je ziet wel dat het zelf echt verderop alleen staat. Huckleberry. Huckleberry Brim. Hoop ik... I can carry no burden. So I cannot carry anyone. Je hoeft ook niemand te dragen. En ik ga er ook weg. Daar in die buurt. Ja. Ik ga met hem in het strijdgewoel. Ja. En als hij even ver weg stond als ik, dan mag ik wel nog een slag uitgeven. Want ik kan 2 keer zo hard. 3 keer zo hard rennen. Ja, probeer maar. Voldoende. En weer nog een paar uit te schakelen onderweg naartoe. Dat is wel, je hebt met zoveel gestoken wat je zat van juist. Het blauw is de band niet meer, want dat licht geeft. Gewoon zo erg vol. Zit gewoon bijvoorbeeld alle rotzooi, sut en andere smerige rommel. Die wat daarbij gekomen is. Er zijn een paar klappen die jullie krijgen. Ik begin bij jou. 14 draken toch ze. Dat is mijn armorklas. Oeh, en die gedacht, weer woed. Waarvan die kijk zo echt op je heen trampelen. Terwijl je echt in de wens bent. Ah, je moet me helpen. Ik roep nog. Help. Ouch. Dat was de laatste gedij. Wow. Ding 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 ding. Wow. Mutanter. Ja. Komen een aantal kloof op je af. Yes. En 10 en 11 en 27. Alleen een 27. Oh, dit is goed. Boos kijken. Je ziet ook langs dat een deel echt al weggesmerkt is. Gewoon al weggebrand is inmiddels van zijn huid. Wat af en toe grappig. Ik wel. Jullie komen in het goed terecht. Allebei zozeer 1 attack, eentje is een 17. Dus grap het allemaal prima. Ja. Een 17 om hak te raken. Die is wel vaak. En dan een natural 20 op onze GAM. 2 woens voor Gam, 1 woens voor onze Pokémon trainer. Gam is nog Stella! Stella, Gam! Stella, motherfucker! Jongens! Dank aan de microfoon, Sluis. Surprise! Dankjewel. Cool, surprise! Get some ra! Dus, hou eens graag. De krap doet het prima, je hebt een fikje geraakt. Hoeveel levens hebben jullie nog? 5. 4. 2. En paard op 1. En zeker als jullie nu aan het gaan zijn, de komst die het meer krijgt nu ook uit dat oog weer erbij. En het ziet er echt niet lekker uit. Je ziet echt tot een deel van je moraliteit bijgevallen. Het is gewoon buurt een nieuwe kanjes erbij komen. En zelfs die hernieuwde energie van die hulpkrachten, het heeft maar zoveel effect, zal ik maar zeggen. Je ziet dat ze nog redelijk gezond zijn, maar ook echt tot ze op een gegeven moment aan beschermen zijn voor de mensen die wat qua units echt wel zwaar geleden hebben onder de huidige strijd. Want van jullie 6 units beginnen zijn er nu 3 gewoon weg. Halverwege van jullie waar je begonnen zijn is Fuji. Ja. You win some, you lose some. What?
into the shadow effect later. What? Even kijken. Aan de rechterkant verschijnen plots twee gele lichten. Je wat waarschijnlijk. Hier gaan ze. Maken ze twee grote gouden bogen. Mama. Ze openen een van slierten. Er zijn allemaal krijgers uiterlijk. Die allemaal aan de rechterkant erbij komen. Dat zijn allemaal goede rekken. De gouden bogen van Er komen in het begin een paar dozijn en daarna echt gewoon honderden krijgers in gouden en gele harnassen naar onder toe. En ook een hele grote gouden bak zonder wiel of paden lijkt er doorheen te zweven. Hey, daddy van Cookie! Cookie daddy! Yay! Misschien is hij hier nu wel. Ik weet niet meer. Je mag het net zien te horen. Okay. Chakoma. 13. 13. 1 succes. Mithalda. Is he dead already? Nee. Then I put another fireball in his nuts. Okay, now get these nuts. Nu je tegen de zacht op de grond wikkelt hij spontaan direct combustion. En geef zeker dat hij met een deel van de staat naar boven komt om je gezicht te beschermen. En dus deel smelt gewoon weg van die staart. Wat toevallig. Motherfuckers. Nu weet je ook al die zo vies pissig op je was. Toen de vorige keer de groep heeft moeten beschermen. Tja. Je bent niet zo'n poetie zijn. Wat? Hoeveel levens heb je nog? 5. You won't make. Nog wel. Dat is fireball. Fuck. Ik ga verder richting het midden. Zie ik dan mijn naast al? Nee. Oké, zie ik een. Is er een beest? Behalve mijn beest, is er verder een beest in de buurt? Er is een grotere, die staat wat verder op. Dan zou je nog nu moeten pakken om erachter te komen. En dan nog aan kunnen vallen. Kan ik nu wel of binnen 30 feet van hem komen? Ligt aan voor wat? Want dat zei, dit is niet echt heel erg op de exacte fiets. Ik wil Animal Friendship doen bij hem. Kijken of hij mijn vriendje wil zijn. Oh, je hebt van me geleerd. We gaan de volgende toe, dus je aanvangt. Ik pak wat eten zo. Pokerfood uit mijn zak zo. Ik wil jij aan onze kant vechten? Wil jij met mij meekomen? Gotta catch him all. En dat is een. Pokémon. Ik weet niet hoe dom je is. Het zijn geen Beast of Animals, dus niks. Oh, maar ik vroeg of het Beast was. Ja, dat is waar je kunt zien, je denkt vooral, want je is een Beast. Oh, ik dacht wel, oké. Oh, dat werkt niet. Het is maar, het zijn geen Beast waar je tegen vechten bent. Oh. Eens een beetje tegen mijn beest is dat paard daarachter. Harlem catch. Dit gaat niet helpen om een beestmeester te worden. En dan ga ik door naar het midden. Een beestmeester. Leuk wat schaaltje. Oh nee, er zat echt heel veel eten. Nee, het is geen woord van alles. Ik want hier zijn ook niet zoveel mensen nog, hè. Ik wil hier keil beginnen te schreeuwen. Ik weet het niet wat ik wil schreeuwen. Ja, trek mijn broek af. Zomaar, laat mijn bellen niet doen. Zeg, These look fat. En dan wil ik graag een intimidation roll maken, dat iedereen erbij komt. Ik weet dat de campaign het licht van de maan, maar ik vind het wel een hele duidelijke toespeling. Ja, heerlijk. Ja. Bas, mag ik een DP van jou? Ik denk dat er weer zak naar beneden. Ja, intimidation check voor je. Ja, 2 damage bij voor Bas. 18 op mijn intimidation. Dus je gaat eraan, helemaal de boek op je met goed tegen die spier met de belletjes. Ja. En geef je pa. En geef ze echt tot. En op een moment komt. Denk je met verzwakt hebt, of ze denken die is gestoord, of gewoon. Get those white little things away from me. Ja. Dan komt die brol richting jouw kant. Dan draag ik nog even om die even terug. Een helikopter. Heel andere Pokémon. Budgie. Geen moment. Hoeft niet te lopen. Geen moment word je wakker. En zie je eens een menselijk gezicht voor je. Is dat je heel wat lablazers. Maar zijn twee blauwe handen die op je schouders liggen. En voet je. Oh! Oh! Je rug voelt weer een beetje of het niet wel goed beweegt.
En zo. Ga naar achter, zoek de hulp, want één moet momenteel terug. Want groep 1 moet terug? Je ziet dat je nu omsingeld bent door die van die menselijke krijgers. Oké. Die wat schermen, dus denken waar wie kunnen we redden. Oh. Okay. Opgedoken, weggesleept, één wound. En je wordt in ieder geval weer leven geholpen. Je bent nog steeds daar, maar je bent back there. Dus ik heb nog steeds dan al mijn 6 bolletjes gevuld. Je hebt één wound nu. Één wound. Damn. Missander. Is hij already dead? De? Oh, nee, kijk maar. Dan. Hij. Ja, wat gaan we nou doen, jongens? Ik heb nog 600 fireballs of zo. Ja, dat is wel waar. I do another fireball. Oké. Okay. Oeh, dat helpt. Dat is nieuw. Het is niet te moeilijk, het is om minder namen te krijgen. Hoe duurt het? Je ziet natuurlijk al die klauwen gewoon voor een aantal beschermde, voor papijnige delen hout. En geef me ook gewoon weg lijkt te waaien. Denk, chips. Hak. Ik ga verder rennen met mijn vrienden naar richting binnen dan. Ja, kom ik dan al bij, zie ik dan nu wel mijn naart? Je ziet in ieder geval een paar mensen weggedragen worden. En je mag beseffen dat Kees erbij zit, maar er is wel je actie daarmee voorbij. Ik ben niet specifiek naar iemand op zoek. Ik weet niet dat er iets met haar is. Dan ga ik daar gewoon helpen. Ik zie wel dat het daar minder goed gaat dan een marketing aankomt. Zeker dat de mensen nu schijnbaar de gewonden weg aan het tillen zijn om te kijken of ze kunnen redden. Dus hebben ze veel minder offensief bezig. Dus je ziet wel dat ze heel zwaar beginnen te krijgen. Goed, check it. Kangirl. Val de flank. Pak de versterkte linie. Doe een ding. Versterk de linie daar. Zodat de gewonden terug kunnen keren. Ik laat dan Kangirl gewoon aanvallen aan die linie daar. Doe slaan. Dat is een 17. Dat is voldoende. Hoppatee. Goed zo, Kangirl. Die zijn er binnen te stormen. Een groep van die schilden onder het rondrennen. Grapple. En dan komt er de grond in. Over de grond in sturende. Kam. Ik sla niemand. Alweer niet. Ja, je moet op je enkels. Super handig, ondanks je mobiliteit. Nee. Oké. Ik ga eens kijken wat er van het leger is gebeurd. De elven krijgen heftig slaan. De humans. Ook heftig slaan. Geef natuurlijk degene wat je net genezen heeft, Meinaard. Zie je gewoon langzaam, een beetje zwaar, achter zijn nek ingaan. Allemaal bloed over je heen. Ik heb ermee gezien, ik heb dus door zijn gebroken. Dat er opeens allemaal, ook binnen gewonden nu allemaal. Van die krabachtige naar binnen, of die insectachtige binnen zijn rennen. Oh nee. Papa, eens kijken, de groep waar jullie staan, die probeert ze nu redelijk goed en beter dan de vijand nog wat weg te halen. Dus dat gaat er best oké. Bij de orken en de dwergen daarentegen, dwergen hebben wat klappen te voortduren. En de orken hebben volledig scheid aan de enemy in 2,5 unit weg. Zeg, goed bezig daar. Polk zet er weer een hele nieuwe linie aan, komen het via die ogen. En ook die gouden krijgers rukken hard op. Op een gegeven moment leggen ze ook gewoon aan het komen rennen. Een deel verdwijnt gewoon in een stukje gouden mist. En er zijn verschillende plekken dan tussen de strijd gewoon in. Sommigen die rennen wel gewoon de gangen heen. Soms ook gewoon met een snap denk van holy snap, wat vliegen die door de strijd dingen heen. Alleen ze vallen niet tegenstanders aan. Oeh. Een deel van de orken worden aangevallen, een deel van de dwergen beginnen worden aangevallen. Oeh, oh no. Een laatste deel van wat er over zo'n stel halfling wars en wat satyrkrijgers helemaal naar de Filistijnen geholpen. En achter ons zien we de magische geweld naar voren te komen, hoe die wat naar voren toegeblazen worden. En sterker nog, hetzelfde deel van de terugtrekkende krijgen een paar van die stralen vanuit die gouden bak, een tweetal. Bijna zo niet als fireballs van Midhunter. Zeg hem voor je. Nice. Ja, dank je! Kernwoord. Eén headpoint en er zijn enemies om me heen. Enemies om me heen. Eén headpoint en er zijn enemies om me heen. Ciao, ik heb niet maar één damage, ik heb één damage minder.
Hoeveel hitpoints, levenspunten? Je hebt één levenspunt. Ik had? Je hebt één levenspunt. Oké. Okay. Je hebt teruggepakt met één levenspunt. Oké, okay, ja. Dus er waren straks 6 lichtbolletjes. Toen werd ik 6 keer geraakt, dus had ik 6 vlotbolletjes. En toen zei je, je hebt nu nog... Maar je bedoelt, ik kan nog één keer geraakt worden. Top. Ja, oké, okay, ja. Maar niet. Dan... ga ik achter... Zie ik een rots of zo omheen? Er zijn een paar heuvels zo achter, je kunt wel kunnen rennen, maar je moet echt goede meters gaan maken. Oké, okay, dan... ik zie nu dat er nieuwe troepen aangekomen zijn en die aanvallen zijn, hè? In ieder geval de elfen zijn nu richting jou aan het gaan, maar de strijd is hevig. Dus je hebt ook nog wat donkere krachten, zal ik zeggen, vanuit het oog deze kant op marcheren zijn. Ik ga op een van de elfen af. Ik kan wel een lift gebruiken. En ik wil graag de been vastpakken en achter op paard springen. Komt er iemand op paard? Dat is belangrijke informatie. Ja, er komt echt op paard. Top, ik spring achter op paard. Oké. Goed. Fair enough, goed, prima, doen we geen dobbel voor. Wie gaat af? Is de big boy hurt? Ja, maar niet dodelijk. Ah. Die volgen niet zoals je gehoopt had. Je hoopt niet dat het trucje nog een stuk, want dan blijft hij langer staan. Ik doe een face step. En dan zet ik een wall of fire tussen mij en hem. Wall of fire. Waarbij de wall naar hem wijst. Oké, okay, je bent ver weg. Oeh, waar zou ik om hem heen als het past trouwens, dat weet ik niet. Je kunt net niet gesloten. Oké, okay, jammer. Dus maak ze bijna voldoende cirkel met je staf en op een gegeven moment doe je het naar voren toe en op die grond eronder. Zet je hem er vast. Ja, yeah, dus hij heeft echt nu een volle burg minder nog om bij je te komen, dat we nu de omweg moeten maken. Dat. En hij staat erin. En... Hij heeft te weinig gedobbeld, dus geen damage. Ik krijg damage, ja prima. Ja, wat doen we nu? Ik zie het wel, ja goed. Nou, dat is wel te laag, dat oké, dat was niet van dag. Pak. Ja, blijf hem slaan daar lekker in het midden. Dat lekker versterken daar. Nou, dat is wel maar een 13. En dat is voldoende voor normale kijkers hoor, dus. Hey! Hey! Ho, wow! Ken girl! Ken girl! Spuikje, oh nee. Spuikje, flauw! Pinsir! Pinsir hebben we niet. That's it. Oké. Okay. Gam. Gam size. Bamgee. ik heb een 1. Ik heb ook een 16. Een 1 maakt zoveel meer. 21 op de dag. Dat is hartstikke van Lunde. Lekker gam. Don't call me gam for nothing. Nee, ze noemen je zo omdat je naam is. Nee. Naam is. Gamguy, jullie zien die gouden krijgers meer oprukken. Gim komen zich echt gewoon tot waar jij bent. Golden die gaan echt gewoon door doorheen. En ze nemen overal gewoon jullie strijdkrachten uit. Zeker met die stukje die aankomen wandelen. Je kijkt mee, je ziet in principe 80% enemies, 20% eigen krachten, waaronder een deel gedemotiveerd, gewond tot zwaar gewond. En dat geldt voor iedereen hier. Dus het ziet er heel erg pijnlijk uit. Misschien dat op een gegeven moment zien we dat er twee kanten nog met een monster uit komen. Terwijl het ene beest springt en gaat over je wall of fire heen gaat. Maar dan was de bloedkeis niet bij je komt. Oké. Okay. Cool. Dus hij op de moment even omschreven van zijn sprong. Jij dat ding wordt wel niet echt bestookt. Ik heb een... Nou, een paar onder de 10 verschillende beesten benoemen. Yeah, yeah. 18, 21 en 17 om te raken. 18, 21 en 17. Ja, het kunt alles niet raken. En mij duurt dat je echt omsingeld bent en je bent aan het gaan met je zwaard bij stap. En je merkt gewoon tot dit is te veel. Het ziet er al heel stom uit. Jij is achter de 11.
En de elfen zijn de paard nu ook langzaam een omtrekking naar links aan het maken om daar een deel weg te komen. Ook om een deel. Het deel dat je net zei, haal me lift weg hier. Mm-hmm. Dus een paar inderdaad, hoe een paar mensen mee in het pakken zijn aan die kant toe. Ja, ik kan zo weinig en om hier nou voor dood te gaan. Kom ik toevallig langs. Ja, de rest is niet meer helemaal bij elkaar. Hè? Je hebt geflauwd, jullie zijn allemaal. Oké, okay. Nee, dan ga ik gewoon mee. Je bent eentje bij gewoon de grootste hinders uit gaan schakelen. Wat de linkerkant echt voor zich gered heeft. Dat heeft niet geholpen. Ik wil het zeggen, dus als ze gaan de MP vandaag, dan zit je hoog in de rug, zal ik maar zeggen. Oké, okay, nee, dan ga ik gewoon weg. Mithatta, je bent hartstikke omsingeld. Ziet er niet goed uit? Yes. I relieve my horse from its spell. And I call my giant eagle. I fly up in the air. And I shoot my last fireball in the eye. Oké, okay. Zeg maar. Ga je omhoog? Ga je eentje dat naar boven toe gaat? Hij is ook dus bij dicht. Geeft iets minder damage. Af wat ja. Nou, ook eens. Die leggen een paar klappen gereden toch? Het is echt niet happy, weet je. Je gaat naar boven toe. En dan geef je ze dicht bij de hoek op. Zie je ook een bepaalde contour. En die stuur je dadelijk even door. Oh. Verbrandse rainbow. Die important. Aha. Als je dat niet hebt, heb je zand bij je. Wat zeg je? Heb je zand bij je. Zand? Nee, ik heb geen zand. Dichtbij komt er, weet je wat je sorry. Doet? Nee, ik heb helaas geen zand. Zout? Zout. Wel citroen. Zuur? Dat ook goed. Tequila. Dus terwijl tot deze vogel omhoog gericht het oog, zie je dat het roze licht met zand aan de lucht schijnen. Wat is het hak? Hakken. Kijk. Hakken door de Thames. Oh, op een T. 24 om te raken met King Girl. Kijk, één grote gaat neer. Hattem. Gam. Cookie, cookie. Drie zijn om te raken. Nee, het is voldoende. Dat is hem. Oké. Oké dan. So far so good. Weer in te raken. Weer zo'n grote boy. En je moet die zes mensen het terugtrekken zeggen, want dit is niet meer te doen. De overmacht wordt gigantisch. Was er een aantal aanvallen? Jij dat tegen bent, kunnen wij al veilig? Jullie daar tegen een stuk minder. I get caught in the ballzak. Drie aanvallen wakker, twee 19's. No, je ballzak. Oh, sorry, op de... Ja, 19 is vaak. 18 omhoog is vaak. Dus twee wounds voor de krap. Bye bye. Nee, nog eentje. Oh, wat? Ah, je had heel het veel. Nou, nu niet meer. Maar dus nu werd het niet zo goed met hem. En twee wounds voor de trainer. Oeh. Terwijl je het echt ontsingeld wordt door een heleboel krijgers die echt gewoon aan hakken zijn. Nee, dat mag niet! I just wounded a man. Zeg, je mocht de mij niet aanvallen. En een 18, 19 jou te raken nog. Ah, god, sleepy, sleepy. En een 7 dus. Dan zien we ook gaan naar achter vallen. De boek toch half zo los, een beetje gangsta, maar. Eén blauw zwart dat langzaam zijn plekje aan het verdwijnen is. Gam! Weet jij dat Gam heel veel doet? Gamelot. Dus zeg gewoon verder. En geef je echt dat het gewoon af nog is voor jullie krijgers. We're dying. You're absolutely losing. Mithanta. Ja? Nou wil ik. Vanuit het oog wordt er mee aangevallen. Dan zie je ook dat er ook wat blikspieten richting jou gaan. Eén naar Giovanni. Eén extra hit. En drie mis. Sleep well, my friend. Misschien dus zie je het hadden gaan. En geef het. Nou, ik slaap lekker op een eagle op dit moment. Nou, sterk je nog. Als dat gebeurt, nu dat gebeurt. Begint alles te schudden van de hemel. Die waren echt gewoon nog lichtblauwe wolken. Zo waren we ver weg van dat paars en het grijs. De rest begint ineens pikzwart te worden. Nee. De grond begint te trillen. En geen moment zijn er een aantal scheuren die komen waar echt een enorme hitte vandaan komt. En friend and foe heeft pech.
witte bliksem betekent zich af door die zwarte wolken heen. Er is een gegrom vanuit de aarde en een hele hoge high-pitched scream vanuit de lucht. Oh boy, this is our dragon boy that we live on. Ik zou eens aan denken die ook een keer geheeld heeft toen iets met jou gebeurde. Ja. Mama. We zien wat er in de gouden krijgers zien, denk ik. Wij beginnen zeker op die lavasporen, beginnen ze echt te verspreiden en echt in de uitroepen te gaan waar ze mee mogelijk lava is. Een soort van reactie bijna. Een deel van die uit de klei getrokken krijgers zijn gewoon die pineut. Een deel van je eigen troepen zijn die pineut. En echt, zo dat spel zoals dit wordt, nu lijkt alles verschrikkelijk. Jij bent de weg terug, wil je dat goed doen of is het? Ah, bitches! Ga door! Hak! Ik zeg, Ken Girl, Uchakip, keer terug! En ik laat ze terugkomen naar mij. Zie ik Gem hier ook, die ze hier neer hebben bij mij volgens mij toch? Ja, die zat in de buurt inderdaad. Die geeft het lichte zwaard een beetje glimmen. Maar je kan echt vet veel tillen, 10-jarige. Ik kan heel veel tillen. Ja. In Labrador toch? Dat is een paar honderd kilo. Ik kan 150 alweer tellen. Nou. Ik ga naar Gem en ik geef Gem in mijn actie een Nora Berry. Dus je gebruikt het nu nog meer vol. En één woont terug. En je hebt één woont terug. En ik kan ik Gem meedragen voor een deel? Nee. Liever met alles dat je deze beurt aan het doen bent. Gem, terugtrekken! En geef ze inderdaad achter hem ook allemaal nog kijkers staan, niet meer van je eigen krachten. Geef me kijkers wat langs zo warm hier. En ze kijken gewoon echt in zo'n in een stuk lava dat boven een droppel is. Ik laat de dingen, Kangirl, wel even zijn klauw uitsteken naar jou. Weer op de overheid te helpen, misschien mee te nemen. Koekie. Stop. Mark van Krap, trailer en van Gam in Dexterity Check. Check. Hello. Een 11 voor Huck en een 10 voor Kangirl. Ja, oké. Okay. Op een moment. Oh nee, allebei. De strijd is opgebroken. En helaas in het voordeel van de vijanden. Op een moment, de strijdtoneel begint steeds verder te kapot te gaan. Op een gegeven moment zie je ook één grote klauw uit de grond komen. Uh-oh. En het is echt vier gigantische nagels. Oeh. Waar in principe die eagle gewoon precies gebouwd kan worden, zou ik maar zeggen. Wat cool. Precies een eagle. Op een gegeven moment komt er ook een vuurzon uit. Een nieuwe. En geef me je woord. Nee! Echt een ijzerwerk in de schreeuw. Je geeft me echt dat er ook gewoon in paniek lijken te raken. Jullie kant en de vijand. We hebben nou een metal concert. Ja. Echt een sleeën. Bij de vier bevonden metal band met guns. Ideaal. Amarant en Manette hier. Hier met beide partijen steken zich voor een deel terug. Het oog. We beginnen zich uitspreiden. Die paarse hoek wordt groter. Ik geef me zo dat er nog een licht erdoor komt, waar het vuur zich naar boven toe komt. En dan lijkt een of andere strijd te gaan zijn waar hij net uit de lucht geblazen is. En een seconde later kijk in het gezicht van Kira. En zijn we bij het begin van de vorige aflevering van de Wanders, aflevering 49. Wie is Splinty? Het is precies waar we vorige keer begonnen zijn. Nice. Dus, dat was de Blast van de Plaats. We hebben allemaal meegemaakt wat Mutant er gezien heeft in zijn hoofd. Alleen drie spelers hebben daar geen weet van in-game. Nee. Dus dat wordt een Dus, het antwoord op het verslaan van de eindbaas is... Hoeveel? Wacht tot iemand ons komt helpen. Ja. Maar volgens mij hebben we nu iedereen al daar die wel ons gaat helpen. Dus nu een heel andere strijd toneel draaien. In zijn oog. Zout in zijn oog. Ja. Mag ik nog een jaar van Gavin? Oh, damn. Gam. This battle was a flammer jam. Ik vind het aardappelen, maar ik doe het goed. Ik weet het, weet het, we all eat. Dankjewel voor het leven. Hey. Okay. En hebben we een hele stand gedaan. Hey. Bedankt voor het luisteren. Als je het tof vond, nodig gerust anderen uit de mok kijken te komen nemen. En daarnaast kun je ook mijn werk steunen op onder andere Patreon. Tot de volgende keer.